zijn goed weg. En we gaan om te beginnen ons maar eens even richten op de openingstijd. De tijd over de eerste 100 meter. Die gaat in 10-3 en in 10-4. Geen super openingen, maar voor allrounders zeer acceptabel. Dat natuurlijk. Titel aan de leiding van de Duim zal daar op dat lange rechterstuk achter kunnen kruipen. En dan moet hij die laatste binnenbocht rijden. En laten we hopen dat hij daar goed doorheen komt. Want daar zou eventueel het probleem kunnen liggen vandaag. Nou, hij komt inderdaad een beetje ruim uit die bocht. Maar hij redt dat goed. Gaat de rit ook binnen van Andreas Dietl. En dit zijn de eerste tijden. 39-08 voor Hilbert van der Duim. Om 39-17 voor de Oost-Duitser. Dan tegen Geir Karlstad. Kramer moet normaal gesproken deze rit kunnen winnen. Neemt ook meteen op het eerste rechterstuk al een redelijke voorsprong. 10.58 is zijn opening. Dat is 0,2 van een seconde langzamer dan de opening uit de eerste rit. En nou krijgen wij problemen bij die kruising. Kramer zal toch voorrang moeten krijgen van de Noor. Nou, ze lossen dat met z'n tweeën redelijk op. Bleek eventjes een probleem te worden. Het werd het gelukkig niet. Kramer zette goed door. En de Noor verleende hem, zoals dat volgens de regels ook hoort, voorrang. Kramer met royale voorsprong op Karlstad. Af op de finish van de 500 meter. Daar is zijn tijd. Toch een beetje tegenvallend wat mij betreft. 40-27 voor Iep Kramer. En 41-96 voor Geir Karlstad. Leen Kopacz in de buitenbaan gestart. Was vorig jaar de man die misschien wel het meest verrast op het Europees kampioenschap. Jurn Nieuwan is een man waarvan we weten wat hij kan. 10-5 de opening voor Kopacz. 10-7 de eerste 100 meter tijd voor Jurn Nieuwan. Kopacz dit seizoen zijn persoonlijk record op deze afstand al heeft teruggebracht tot 39.36. Dus ondanks het feit dat het een Romein is waarbij je misschien zou denken, nou ja, wat moet hij hier? Vergis u niet, hij kan heus goed meedoen, deze Kopacz. Kijk, komt daar met voorsprong uit die binnenbocht tevoorschijn. Gaat gedecideerd de Noor Nieland voor het eigen publiek verslaan. Dat is toch even wat. En daar is de tijd van Kopacz, 39.7. En de teleurstellende prestatie van Björn Nieland, 40-46. En vergelijk dat eens met die 39-08 van der Duim. We hadden een kleine discussie over het uitkomen. Dat was even het koetje van Falk Larsen, die nu gestart is in de binnenbaan tegen Frits Galei. En dit zal dan een rit moeten worden die enige duidelijkheid geeft omtrent de prestatie van der Duim en Dietl. De opening voor beide rijders in 10-6. Daarmee geven ze toch 0,3 van een seconde toe al op het schema van der Duim. En Galei zal zich hier nu op moeten trekken aan de voor hem rijdende Falk Larsen. Het is altijd wel prettig als iemand voor je hebt waar je je op kunt richten. Maar ook voor Schalei geldt dat hij die wat lastige laatste binnenbocht moet lopen. Maar hij komt er goed doorheen. Iets wat ruim uit die bocht misschien, maar hij heeft het netjes gedaan. De ritzegen gaat naar de Noor, Falk Larsen. Schalei in zijn spoor en dit is de tijd. Ja, dat zit nog redelijk erbij. 39-46, de derde tijd voor Falk Larsen. 39-77, voorlopige vijfde positie voor Schalei. Twee jaar geleden was de kampioen van Konstantin Korotkov. Drie jonge rijders uit de Sovjet-Unie. Ze zijn allemaal onder de 20. Gustafsson opent in 10-5. Dat is goed. Dat is heel goed voor zijn doen. En 10-8 is de opening van Korotkov. Wat te denken van Gustafsson? Hij is natuurlijk een fantastische schaatsrijder. Er werd gesuggereerd dat hij zijn doel met name zou hebben gericht op de Olympische Spelen. En op het wereldkampioenschap in zijn eigen land. Zweden, in Gothenburg. En dat hij wellicht van plan zou zijn om dit Europees kampioenschap niks te forceren. Maar ja, je weet het nooit bij zo'n man als Gustafsson. Het is en blijft een vechter. Hij verliest de rit. De Rus wint. Maar de tijd is niet een tijd die hem echt hoog in het klassement voorlopig brengt. 40.40 voor Korotkov. Een zevende plaats. Kort daarachter. 40.46 voor Thomas Gustafsson. Je ziet dit seizoen. En zijn tegenstrijd Bobrov niet echt zal kunnen volgen in deze sprintafstand. Bobrov is een heel goed sprinter. Hij is de wereldkampioen van de junioren van vorig jaar. Dan heeft u meteen een indicatie over zijn leeftijd, 18. 10-7, ja, dat valt toch een klein beetje tegen. Want de opening voor Van der Duim, om die nog maar eventjes weer in de herinnering terug te halen, was 10-3. Van Helden op een achterstand, maar Van Helden gaat de laatste binnenbocht in. En zal dan toch nog redelijk in de buurt van die Bobrov kunnen komen. En dat is op zich zeer verdienstelijk van Van Helden en misschien iets teleurstellend voor Bobrov. Maar het gaat om de tijd. Bobrov, natuurlijk de rit toch wel redelijk royaal winnend. In 39-75 en ook hij blijft dus toch wel royaal achter bij Hilbert van der Duim. Hij noteert de vijfde tijd op dit moment. 40-41 voor Hans van Helden. En ook dat is om verschillende
verschillende redenen een interessante rit. Pertiniti leden Finn in de binnenbaan, ook hij is niet meer de jongste, 28 jaar, maar heeft dit seizoen toch opzien gebaard door een serie persoonlijke records neer te zetten. En zijn tegenstander, Andreas Erich uit Oost-Duitsland, is ook interessant. Hij is een man die al jarenlang goed kan schaatsen, 2 seizoenen door ziekte en blessures aanwezig is geweest en nu nadrukkelijk weer terug is op het internationale podium. Kijk eens even naar die opening van die Erich. 10:29, de snelste man tot nu toe. Laat daar toch even een slagje lopen in die binnenbaan. Dat is vervelend, want dat kost alweer 1-2 tiende van een seconde. Maar de opening mocht er zijn van Erich. Erich, die ook daar in die baan toch weer wat problemen heeft om de bocht goed door te komen. Maar hij blijft op de been, gaat de rit ook winnen. Zeer gedecideerd winnen van Nitti Leij. En ik ben benieuwd naar de tijd. Daar is die tijd, 39.39, de derde plaats voor Andreas Erich. Van der Duim en Dietl zijn door hem niet geklopt. 40.22 voor Nitti Leij, dat valt een klein beetje tegen. Van Italië is Giovanni Paganin. Wat de sprinter is, heeft op de langere afstanden hier niet veel te zoeken. Zal dus voor het klassement niet van belang kunnen zijn. Maar zou voor een verrassingje kunnen zorgen wellicht op deze 500 meter. Opening wat moeizaam, 10.7, de Zweed nog sneller. 10.8 voor de Italiaan. Maar ook voor hem geldt waarschijnlijk, kijk eens wat de problemen die daar heeft. Bijna ten val gekomen, maar hij corrigeert het nog op tijd. Ook voor hem geldt, wou ik zeggen, dat hij waarschijnlijk totaal geen ervaring heeft met het rijden op natuurijs. En het is toch altijd iets anders dan kunstijs. Weer even dat handje op het ijs, daardoor Paganin. Dat kan hij wel, handig, hij blijft op de been, hij verslaat ook de Zweed. Maar de tijd is niet een tijd die bij hem past gezien zijn eerdere prestaties. En daar gaat hij dan echt onderuit, maar nu mag het ook. 40.50, Paganin wint van Bengtsson, 40.75. Beste 10, waarbij we dus zien dat Hilbert van der Duim met 39.8 op de eerste plaats staat. Maar opvallend, ook al zoals bij het damesschaatsen, komen de Oost-Duitsers nu toch kennelijk in het Olympisch jaar erg hard terug. Een man die een paar jaar al meedoet en het bepaalt niet slecht doet. Geen echte sprinters, normaal gesproken. Hoewel niets er daar goed van doorgaat. En uitkomt op 10-7, een opening die natuurlijk kan voor Zalman. 10-9 voor Jäger. Jäger die het ook met name van de langere afstand zal moeten hebben. Thomas Nitsch in de buitenbocht en daar komt heel ruim uit uw binnenbocht Jäger tevoorschijn. Hij komt daar niet meer bij. Nitsch gaat de rit winnen, dat is duidelijk. En de tijd 40-43, een 12e positie voor Dennis Duitser, een 17e plaats voorlopig voor Werner Jäger. In de binnenbocht en zijn tegenstander is de Pool Chopper Krivian. De Polen zijn hier met 2 man en de Oostenrijkers zoals gezegd met 3. De opening is voor Hachiv, 10-6, hoewel voor Hachiv. Krizijak blijft langs zij met dezelfde openingstijd. Michael Hachiv in de buitenbaan, man die op de 5000 meter heel redelijk mee kan. Maar ja, het is een sterk bezet toernooi dit jaar, dus het is maar de vraag in hoeverre dat nu weer geëffectueerd zal kunnen worden. Hij wint deze 500 meter rit in ieder geval. En kijk, hij duikt toch onder die 40 seconden deze Oostenrijker met een 8e plaats. En dat voor iemand die met name op de 5000 meter ook goed mee kan. 39.96 voor Hachiv, 40.59 voor Krizijak. Oostenrijk komt, hè, de tweede omdat hij zich met name op de langere afstanden wil bewijzen. Vundering of zo. Vundering die zich met name op de langere afstanden wil bewijzen omdat daar zijn ticket voor Sarajevo moet verdienen en niet op deze sprintafstand. De opening in 10-9 voor beide rijders, dat is een hele trage opening eigenlijk, maar dit zijn ook geen sprinters. Oxholm niet, Vundering niet, geen van tweeën. Oxholm met die iets wat merkwaardige houding, een beetje gebochelde rug bijna. Die een rameus 5000 meter rijder is, dat dit jaar ook weer heeft aangetoond. Net als Vundering overigens. Maar op de sprint te koop komt voor het klassement. Oxholm gaat de rit winnen. Laten we eens kijken naar die tijd, die wat mij betreft eigenlijk dan nog niet eens echt tegenvalt. 40.96 voor Oxholm, 41.21 voor Vullever. Goed, verlopen dus Opinkario in de binnenbocht en Malkov in de buitenbaan.
En die Malkov, nou, daar moeten we dan maar eens even naar kijken. Zijn opening, 10.89, nee dus. 11.37 voor de Roemeen. En hoe gaat dit lopen bij die kruising? Nou, dat gaat goed als die Roemeen tenminste meteen naar buiten gaat. En dat doet hij. Malkov die het hier dus op de langere afstanden waar moet maken. De geweldige faam die hij heeft doen uitgaan vanuit zijn prestatiecurve op Alma-Ata moet dan hier doorgetrokken worden. Maar op de sprint zit dat er in ieder geval niet in. Natuurlijk bent hij zijn rit, maar daar is de tijd. 40.91 voor Malkov en hij is dus geen schijn van een bedreiging over Van der Duim op deze afstand. 41.90 voor de Roemeen, dat zal blijken. De opening is voor Junel, 10.67. Dat kan. En kijk eens, de problemen voor de Pool. Helemaal uit balans in die binnenbocht. Daar komt Junel binnendoor. Oh, en ook voor Junel geldt dat het toch niet zo eenvoudig is om die binnenbocht te rijden. Ook hij moest eventjes steun zoeken met zijn linkerhand op het ijs. Corrigeerde dat goed. Maar ja, het kost toch tijd natuurlijk. En hier is een eindtijd. De 24e positie voor Junel. 41-22 om 41-98 voor Roman Derks uit Polen. Komen. Falk Larsen verspeelt een kleine 14e seconde. Dus 4 seconden op de 5000 meter aan Hilbert. Tibor Kopacz, de Roemeen, heel goed op de vijfde plaats. Dan de eerste rijder uit de Sovjet-Unie, Andrei Bobrov. Frits Galei, zevende, ook met een tijd onder de 40 seconden, netjes. Michael Hatschief, misschien wel de grootste verrassing tot nu toe, ook onder de 40 seconden. En kijk eens naar de negende positie van een man als Marc Vernier uit Frankrijk. En een tiende voor de Finn Pertti Nitilé. Dan denk ik dat Kramer daar vlak achter zit, inderdaad op een elfde positie. Dan krijgen we Korotkov, Van Helden, Nieland, Gustafsson en sprekend over Gustafsson met een tijd van 40-46 is het verschil ten opzichte van Van der Duim toch al zo'n anderhalve seconde geworden. Daar gaat het klassement vervolgd worden met inderdaad de door mij al aangehaalde elfde plaats van Iep Kramer met zijn 40-27, Konstantin Korotkov, Hans van Helden, toch eigenlijk niet zo gek hoor voor zijn doen, een 13e plaats, Thomas Nitsch, de West-Duitser, 15 en 16 in gedeeld Nieland en Gustafsson. De achterstand heb ik u gegeven. Paganin was de Italiaan. En dan kijken we het lijstje verder even af tot we terechtkomen bij Robert Funderink. En Tom-Erik Oxholm in andere volgorde dan. Oxholm 21, Funderink 23. En die zullen het dus met name van de 5000 meter moeten hebben. En dat geldt nog sterker voor Geir Karlstad de Noor. Die hier op een teleurstellende 28e positie finisht in het klassement van de 500 meter. En er dus alles aan zal moeten doen om zich via de 5 kilometer in de loop van deze middag in het eindklassement te plaatsen. Tasson van Helden, Schalei tegen Kopacz en Nieland tegen Hilbert van der Duim in de zesde rit. Met andere woorden, Van der Duim heeft toch eigenlijk alle grote namen voor zich. Heeft dan het nadeel dat de baan, het is natuurreis, misschien wat uitgetrapt is geraakt. We zullen het aan moeten wachten. Nietzsch tegen Hatschief, Bengtsson, Piotrowski, Jäger, Nitilé, Vundering opnieuw tegen Oxholm in de tiende rit. Dan Ranasto de Vin tegen Derks uit Polen. Paganin tegen Andreas Dito, de nummer 2 van de 500 meter. 7-12, bestuurde in de hoop dat hij daar een seconde of 4-5 onder zou komen. Want we mogen rustig aannemen dat er geen tijd onder deze omstandigheden, 8 graden onder 0, wordt gereden die onder de 7 minuten gaat liggen. Maar tijden die dus onder de 7-10 gereden gaan worden, dat kunnen we rustig aannemen. Hier is de opening van Vallenklasse in 1939 tegen Iep 20.09 en dat is meteen 17e seconde. Dus hij gaat voortvarend, gaat hij weg. Het is ook een goede opening. Als we bijvoorbeeld eens even kijken naar het schema wat de tijd die tot nu toe de snelste tijd is geworden ooit op een wereldkampioenschap gereden aangeeft. Dat is een tijd van 7.04.58. Toen was de opening 19.28 en daar zitten ze dus heel dichtbij. Maar goed, dat zijn bespiegelingen die niet echt de zaken doen. Laten we de rit op de voet gaan volgen. Larsen, Falk Larsen, voorsprong. Rondje 32 tegen een rondje 33-3 voor Kramer. Die verspeelt dus een dikke seconde in één ronde, in de eerste volle ronde. En de tussentijd 51-50 voor Falk Larsen. Een hele snelle start van de Noor. En het is te hopen dat Kramer zich niet laat opjutten, niet laat beïnvloeden, niet uit zijn eigen cadans laat halen.
maar dat hij, en hij zal het ongetwijfeld weten, weet waar hij mee bezig is. Kramer is dus wat ook een routinier, meer nog dan Valk Larsen. Daar is de Noor weer, een rondje van 32-9. En kijk, Kramer noteert 34-1 over de tweede volle ronde. Alweer een achterstand van een volle seconde ruim ten opzichte van Valk Larsen. En dat moet Kramer natuurlijk niet te ver laten doorlopen. Ik zei er straks een schema van 7-12 en dat schema van 7-12. Dat kan hij dus zeker niet houden op dit moment. Daar zit hij duidelijk boven. We gaan af op de 2200 meter met een hele grote voorsprong, zolang dat toch wel voor Valk Larsen. 3.05.30. Rondje nog altijd van benen de 34. En daar is Kramer, 3.10.92, 5,5 seconden erachter. En dat moet toch niet echt gek meer oplopen, want anders wordt de achterstand voor Kramer echt te groot en zou het ontmoedigend kunnen gaan werken. 3 kilometer tijd voor Valk Larsen is een tijd die 1,5 seconden ligt boven dat schema waar ik het in het begin even over had. Dat uitkwam op 7.04. Maar ik neem aan dat het verschil zal oplopen. Valk Larsen, 3400 meter, 4.48.80. En een rondetijd van tegen de 35 nu. En wat kan Kramer? Die rijdt 35 precies. Verliest dus in dit rondje niet veel. 1/10 van de seconde. Maar niettemin, het is weer verlies. Opvallend bij technisch gezien van bij de Nooren is dat ze wat hoger zitten dan dat ze in het verleden deden. Vroeger zaten de Nooren duidelijk dieper. Hier kunt u het mooi zien. Dat is echt geen 90 graden die in die hoeken zitten. Met andere woorden, de jongens die proberen op frequentie. Dus een grote aantal slagen in een aantal seconden proberen ze dus door te gaan. Kijk eens wat een wijde bocht of die hier loopt. Hij komt door in 5.23.92 tegen Yves Kramer 5.30.41. En dit is de eerste ronde dat Yves Kramer sneller gaat dan Valk Larsen. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat Valk Larsen nu toch in de problemen komt met nog een tweetal ronde te gaan. Kijk, dat gaat bepaald niet fraai meer. Hè? Dat is, nu is het vechten. Aan zijn gezichten zien de tanden op elkaar van oh jongens, nou moet ik nog zo'n 500 meter. En dat doet zozeer in mijn benen. Dus kijk wat de rondetijd het nu maakt. En u ziet het 35.6 opnieuw. 6.35.04. Daar komt Yves Kramer. En opnieuw rijdt Yves Kramer 34.7. Tussentijd 6.40.06. Dus Kramer komt dichterbij. Maar oh wat is die Valk Larsen moe. Kijk eens even aan. Dit gaat niet meer. En Kramer, die u eventjes niet ziet, maar wij wel, komt heel dichtbij. Maar ja, heeft dan weer het nadeel dat hij de laatste buitenbocht moet gaan lopen. Zodat hij natuurlijk, als hij daar uitkomt, toch nog op een grote achterstand door zal komen. We noteren zometeen de eerste eindtijd van de 5000 meter. Hebben dan een indicatie voor datgene er later nog zal komen. En hier is Valk Larsen 7.11.32. En daar is Kramer 7.15.15. Dan is hij er toch nog redelijk dichtbij gekomen. Kijk, hij pakte in die slotronde 1/2/10 seconde terug op het schema van Valk Larsen. En dan mag je constateren dat Kramer zijn rit nog redelijk goed heeft opgebouwd. En dat de Noor misschien wat te overmoedig is geweest in het begin, Leen. Ik denk dat hij te overmoedig is geweest. Ik had Kramer graag iets moediger gezien in het begin. Die 7-12 blijkt nu achteraf toch een situatie zijn geweest die er dichterbij had kunnen komen. Met een achterstand op Valk Larsen van een 3 seconden ruim. Bobrov gestart in de binnenbaan, Karlstad in de buitenbaan. En vooral voor Geir Karlstad is het nu drop of de ronder. Want hij zal zich, wil hij zich een plaats bij de laatste 16 verwerven, zeer nadrukkelijk moeten manifesteren op de 5000 meter. De eerste 200 meter voor beide rijders in 20 blank. En dat verhoudt zich redelijk met de tijden uit de eerste rit. Iets langzamer dan Valk Larsen, iets sneller dan Yves Kramer. Eigenlijk bijna orthodox schaatsen. En de iets hogere frequentie van Karlstad. 2.02.88 voor Bobrov. 2.02.36 voor Karlstad. En als we dat vergelijken dan inderdaad met het schema van Yves Kramer, dan betekent dat dat deze mannen langzamer zijn dan Yves Kramer. Zij het niet veel, een halve seconde voor de rust. Maar toch. Met een lange slag rond goed boven de schaats brengend neemt hij toch een meter of 12 nu. En komt door in 3.47.28 tegen Karlstad 3.48.34. Precies 1 seconde verschil op een ronde. Oeh, daar ging Bobrov bijna. En Karlstad zal nu toch moeten proberen die aansluiting te houden, want anders kan het wel eens slecht met hem aflopen.
bovenal Valtrits met die 2600 meter tijd. 1/18 seconde langzamer dan Yves Kramer nog steeds. 3000 meter met onveranderlijk Bobrov Royaal aan de leiding. 5:33.5. En dat betekent dat hij inmiddels toch 3/1 seconde langzamer is dan Yves Kramer. En van Kramer hebben we gezien dat hij met name die laatste ronden goed aanzette. Karlstad probeert aan te klampen, maar moet nu weer naar die buitenbocht. En zal dan toch weer een verschil van 12-15 meter moeten incasseren. Normaal gesproken. Tenzij hij goed meeloopt en hij doet dat redelijk. Maar ja, het gat is er toch maar kort achter. Komt met die binnenbocht natuurlijk eventjes voor de rust op de kruising uit. En het wordt nog een close finish. De rust die daar zo meteen de binnenbocht in zal duiken. Maar ja, wat heet duiken als je niet echt meer kunt? Als je zo kapot zit, wat hij heel duidelijk zit, is het maar de vraag of hij, ondanks het voordeel van die binnenbocht, dat echt kan uitbuiten. Kijk eens, hij komt wankelend uit die bocht tevoorschijn. Nog wel met voorsprong. Kan het dat? Maar hoe lang duurt dat nog? Karlstad pakt hem in op de laatste meters. Dat is goed gereden. Maar de tijd, ook dat spreekt boekdelen. 7:20.99 om 7:21.35 voor Karlstad. Nou, dat moet dan net andersom zijn, mag ik aannemen. Want Karlstad won de rit. En dat betekent dat ze toch een behoorlijke achterstand incasseert ten opzichte van de mannen die het eerste paar vormden. Falk Larsen en Yves Kramer. Tederend plaatje ook voor de kranten die dat graag willen afdrukken. Konstantin Korotkov uit de Sovjet-Unie en de verrassende man op de 500 meter, Andreas Erich uit Oost-Duitsland. 12e was op de 500 meter. Dus gestart tegen Erich. Dit is Andreas Erich. Donkere kostuum met het witte bovenstuk in de binnenbaan en de Rus in het rood. 19-1 om 19-3 zijn de openingen en dat zijn meteen de snelste openingen tot nu toe. Maar dat zegt natuurlijk op zich niet zo gek veel. Andreas Erich is sterk teruggekomen na twee seizoenen afwezigheid. Derde op de 500 meter eerder deze middag. En de vraag is nu of hij ook op deze 5000 meter die goede indruk die hij op die korte afstand vestigde kan waarmaken. Voorlopig leidt Erich ten opzichte van Korotkov en voorlopig draait hij daar een rondje van 32-8. 51-9 is de passage naar 5600 meter en dan heeft hij al 14e toe moeten geven op het schema van de zo snel vertrokken Falk Larsen. Evenwicht deze confrontatie van beide rijders, 3-0-9-0 om 3-0-9-1. Prima strijd en een onveranderlijke voorsprong ten opzichte van Yves Kramer. Mooi is hier ook het verschil te zien, de Rus in vergelijking tot die Noren. Kijk, die Rus die zit wel zo net boven de 90 graden. Hier is dat prachtig te zien. Schouder ook mooi naar voren toe. En als we dat vergelijken met een Karlstad en een Falk Larsen, die dus duidelijk boven de 100 graden zitten, een vrij grote hoek hadden en probeerden uit de frequentie te halen, zie je dat deze jongens dat niet doen. En zo blijf je verschillen zien in de techniek. Korotkov aan de leiding. 3:43.7 tegen 3:43.9 en nog steeds zo'n anderhalve seconde, 1/17 seconde voorsprong op Yves Kramer. Onder zometeen Korotkov. Hoort die bel het eerst. 6:41.9 en dan is hij ja, bijna 2 volle seconden achtergeraakt op het schema van Yves Kramer. En 6:43.3 is de tijd voor Erich, die dan ruim 3 seconden langzamer is dan Kramer. En dat gaat nog meer worden in deze laatste ronde. Dat is duidelijk. Het is niet een laatste rondje waar nog iets uitstraalt. Het is pure kracht. Het is worstelen met jezelf om die finishstreep te halen. Goed, Korotkov zal dan in ieder geval de ritzege binnenhalen. Maar de tijd, Kramer 7:15 en hier is Korotkov in 7:18.88 en Erich 7:21.35. En ook dat zijn tijden die de resultaten van de eerste rit belangrijk niet benaderen. Tafson dan uit Zweden en Hans van Helden namens Frankrijk. En ja, Thomas Gustafsson, dat is ook zo'n verhaal. Hij was 15e op de 500 meter en heeft een achterstand op de snelste tijd van de duim van 13/18 seconde. Moet dus ook iets laten zien hier op deze afstand. Zal dat ook ongetwijfeld doen. Want hij neemt niet gauw genoegen met een lage passering. 19-9 is de toch wat voorzichtige opening van Gustafsson. En Van Helden volgt op 20-7.
En is Van Helden een man die zich via deze 5000 meter nog in het eindklassement kan rijden? Wie zal het zeggen? Hij heeft in ieder geval een tegenstander van formaat. Maar dat is voor Van Helden denk ik niet zo belangrijk. Hij is misschien wel de meest geroutineerde schaatsrijder van het hele gezelschap hier. En hij weet heus wel hoe het moet. Hij komt langs bij Gustafsson naar de eerste volle ronde. Die is afgelegd in 33-8 voor Van Helden en 34-5 voor Gustafsson. En dat zijn tijden die zich goed verhouden met de goede ritten in het begin van deze 5000 meter. De gewaagd van Helden, maar natuurlijk doet hij wat een sportman moet doen in zijn omstandigheden. Alles of niets rijden, want anders is het gewoon afgelopen voordat de 10.000 meter morgen begint. En dat is natuurlijk nooit de bedoeling van de man als Van Helden, die er echt alles aan zal doen om zich daarbij te passeren. 4.21.1 en nu loopt de rondetijd al wel nadrukkelijk omhoog voor Van Helden en komt Gustafsson heel duidelijk op terug. 35.5 en Van Helden komt zichzelf een klein beetje tegen. Kan ik dat nog 5 ronden volhouden? Het is natuurlijk de 4.21.1 is slechts 16e achter de tijd van Iep Kramer, maar we hebben dat nu al een paar keer gezien. Iep Kramer heeft formidabele slotronde gereden. Heeft dus een achterstand van zo'n 8-9 seconden teruggebracht ten opzichte van Valle Klassen. En de tegenstanders die voor hem zaten kwamen allemaal met 5-6 seconden na hem. Franse Nederlander, 6-42-6 en een rondje van 35-1. 6-42-6, dat is 2,5 seconden langzamer dan Iep Kramer weliswaar. Maar het zou toch sensatie zijn als hier Van Helden Thomas Gustafsson gaat verslaan. En waarachtig, hij doet dat natuurlijk ook. Hans Van Helden, 35 jaar. Thomas Gustafsson, 2 jaar geleden de Europese kampioen. De man die als één van de grote favorieten voor dit seizoen geldt. Inderdaad met ene voorbouw ten aanzien van dit Europees kampioenschap. Maar deze Gustafsson wordt hier gedecideerd geklopt door de veteraan Hans Van Helden. Die uitkomt op een werkelijk schitterende tijd in deze omstandigheden. 7:17:35 om 7:19:20. Een derde plaats voorlopig voor Hans Van Helden. Nou, wie dat van tevoren had voorspeld, die is nu spekkoper. Dat is duidelijk. Prima gedaan. Met die zet gespeeld, Frits Schalei. En Tibor Kopacz, de Roemeen. Kopacz die een goed deel van de winter hier in Noorwegen doorbrengt om hier zijn trainingsarbeid te verrichten in Drammen, een stadje niet al te ver uit de buurt hier van Larvik. En dus aan deze omstandigheden wel gewend is. Schalei en Kopacz. De snelste man is Kopacz na 200 meter, 20-3 om 20-4 voor Schalei. Dat zijn voorzichtige openingen. Maar ik heb de indruk dat dat echt geen kwaad kan, want we hebben toch veel gezien dat de mannen die zo openen in de buurt van de 19 seconden en daarna dan in de 51-52 na een volle ronde doorkwamen, dat later zonder uitzondering moesten bekopen. Toch wel sprake van onderlinge strijd tussen die Nederlanders. En we gaan kijken naar Schalei. 2200 meter in 3.08.9. Rondje weer onder de 34. En kijk weer even naar die Kopacz. 33.3. Dat is toch prima. 3.08.9. En dat is een tweetal seconden sneller dan de tijd van Iep Kramer was. En Kopacz blijft goed bij. Want hij blijft nu in deze buitenbocht veel langer naast Schalei dan in de voorgaande ronde. U ziet het nu ook. Schalei pakt wel weer een eentje terug, maar Kopacz is duidelijk dichterbij gebleven. Zit ook keurig diep. 3.42.75 tegen 3.43.1. Die nog een ander uitgangspunt zich voorover kan stellen, namelijk Kopacz passeren in het klassement naar 2 afstanden. Dat kan hij alleen maar doen als hij 17e seconden sneller rijdt dan deze Roemeen die zijn directe tegenstander is. En daar ziet het voorlopig niet naar uit, want als de bel luidt gaat Kopacz aan de leiding. 6.36.2 om 6.36.6. En 6.36.2 is 1/2 seconden maar langzamer dan Valk Larsen. En behoorlijk wat sneller dan Iep Kramer. Met andere woorden, deze mannen rijden zich tot in de hoogste regionen van het voorlopig 5000 meter klassement. En die Kopacz, ja, een echte verrassing mag het niet eens meer heten. Want hij heeft vorig jaar op het Europees kampioenschap en op het wereldkampioenschap ook al indruk gemaakt. Maar hij gaat hier toch, die Schalei, kloppen en gedecideerd kloppen, hè. Het gat is groter geworden in die laatste ronde. Dat is prima gedaan van die Roemeen. Kijk even, 7:11:84. En daarmee blijft hij maar een halve seconde achter op de tijd van Valk Larsen. En wie zegt dat men in Roemenië niet kan schaatsrijden? Nou, Kopacz bewijst andermaal dat dat absoluut het geval is. Een prima prestatie van Tibor Kopacz.
die daar ook duidelijk heel erg blij mee is, wordt omhelst door zijn Roemeense coach. En ja, dat is toch even wat, hè, als je hier een 5000 meter neerzet, waarbij je alleen Van Glassen voorlopig maar voor je hebt en alle andere belangrijke mannen die al gereden hebben, gewoon heel duidelijk achter je laat, dan ben je toch heel goed bezig. Maar ze is natuurlijk toch een beetje in de hoogste regionen van het klassement zal willen plaatsen na twee afstanden. En dat moet hij dan in deze rit doen. Milan is de man met de witte armband. Omdat de pakken verder over straat nog wel wat lijken is dat misschien het beste aanknopingspunt. Ook voor u thuis. Hilbert van der Duim opent in 2015. Milan gaat hem 14 seconden voor 1971. Hilbert die natuurlijk in tegenstelling tot met name het vorige seizoen, maar ook vorige seizoenen eigenlijk, een wat rustiger aanloopperiode na de grote toernooien heeft gekend. Geen echte rellen rond zijn persoon, die toch vorig jaar zo van invloed zijn geweest. 2:36.8 en onveranderlijk een rondje van 34.5. Het is een zeer evenwichtige rit en daar is Henk Boer met zijn duim omhoog. De duim voor Van der Duim die aantoont dat Hilbert dus niet helemaal precies doet wat er van hem verwacht wordt op grond van de afspraken die hij voorafgaand aan de rit met zijn coach heeft gemaakt. Maar dan Van Glassen en ik heb u aangegeven dat het verschil in het klassement tussen Van der Duim en Van Glassen 3/1/10 seconde is. Dat is dus de tijd die Van der Duim langzamer mag rijden om met Van Glassen in balans te blijven in het klassement. Voorlopig komt hij daar nog niet naartoe, maar we zijn er nog niet. 3800 meter, ja alleen. Het ziet er voor mij betrouwbaarder uit. Het ziet voor mij duidelijk betrouwbaarder uit dan Van Glassen in deze laatste drie ronden. En het zou me helemaal niet gaan verbazen als hij nu zijn winst gaat pakken. Van Glassen ging daar 35ers rijden. Zelfs zijn laatste ronde herinnerde zich nog 36-3. En hier loopt hij toch heel ver weg van een Nuland. Eigenlijk een beetje teleurstellend vooral van Karlstad en van Nuland dat ze zich zo laten kloppen. En het ziet er werkelijk erg goed uit wat Hilbert op dit moment laat zien. Opnieuw zal het onder de 35 seconden gaan. Daar is hij dan. Kijk eens, 34-6. En die 6-0-4-2, dat is op dit moment nog iets meer dan 4 seconden achter Van Glassen. Of dat nog haalbaar is met twee ronden, dat is twijfelachtig. Maar het wordt wel sneller dan de tijd die Iep Kramer realiseerde. Dan levert dat in ieder geval dus geen Olympisch selectieprobleem op deze afstand. Laten we maar eens kijken naar de vergelijking met Van Glassen, want de inzet is natuurlijk de eerste plaats in het klassement na twee afstanden. Van Glassen kwam hier langs bij de bel op 6:35 precies. En hier is Van der Duim 6:38, achter verschil van 3/18 seconde. Het mag 3/1/10 zijn, dus als Van der Duim er een hele goede slotronde uitrijdt, dan zou die inderdaad Van Glassen nog voor kunnen blijven. 3/1/10 seconde, dat betekent dat Van der Duim moet finishen in 7:14/4. Als hij dat rijdt, dan is hij de lijstaanvoerder in het klassement na twee afstanden. Het klassement van de eerste dag. 7:14/4. Laatste rechterstuk van der Duim, die de teleurstellende Nuland nu wel helemaal zoek heeft gereden. En kijk eens wat de laatste ronde dat wordt. Ja, 6:13/6. 6:13/67. En dat betekent dat hij inderdaad Van Glassen voorblijft in het algemeen klassement. En dan heeft Van der Duim toch een prima prestatie hier geleverd. Een vierde plaats voorlopig in het klassement van de 5000 meter. Maar wel de sterkste man gerekend over de beide afstanden van de eerste dag. 6:13/67, dus ook de snelste Nederlander daarmee. Want Schalay en ook Kramer halen dat niet. Een hele kleine achterstand en dat is dan de rechterkolom, het verschil op de 1500 meter morgen. Kopacz, de Roemeen, daar staat hij op een prachtige derde plaats. Frits Galei voorlopig vierde. Andreas Erich, Iep Kramer zesde. Netjes, drie Nederlanders de eerste zes. We zijn er overigens nog niet, laten we dat wel in ogenschouw nemen. Bobrov, Van Helden ook, heel goed. Korotkov en de teleurstellende Thomas Gustafsson. Galei naast zetten. Dan ziet dat er heel goed uit. Een voortzetting eigenlijk, een bevestiging misschien, van de royale overwinning die we in de landenwedstrijd in december ten opzichte van de Noren wisten te boeken. Maar goed, inmiddels zijn van start gegaan Thomas Nitsch, de West-Duitser, in de binnenbaan. En Michael Hatschief, de Oostenrijker, in de buitenbaan. En die Oostenrijker Hatschief, die zat er lekker bij. U weet dat nog, hè, op die 500 meter met zijn achtste plaats. 20-2 om 20-4 zijn de opening voor deze twee rijders. Waarvan je normaal gesproken toch eigenlijk niet mag verwachten dat ze zich in de top van het 5000 meter klassement zullen kunnen rijden.
maar ze raakt en rijdt een totaal verloren race. Kijk eens aan hier, 6:20:33. Ja, Hatschi is dus in de rol van, hoe moet je het noemen, kampioenendoder of iets dergelijks. Vorig jaar de man die er verantwoordelijk voor was dat Hilbert van der Duim net buiten de laatste afstand viel. En wie zal nu zijn slachtoffer zijn? Voorlopig gaat hij sneller dan Karlstad. En dat is symptomatisch als hier de zon aan het ondergaan is, denk ik, voor het Noorse publiek. 6:44:6 in een rondje van 35:3. En 6:44:6, ja, dat is nog altijd een tijd die in de buurt van die van Karlstad zit, zelfs nog iets daaronder. En ik ben verschrikkelijk benieuwd of die Hatschi in die laatste ronde dat door kan zetten, dat vol kan houden. Laten we maar even blijven bij die tijd van Karlstad, die uitkwam op 7:20:99. En dan constateren dat deze Hatschi op zijn minst daarbij in de buurt blijft. Wellicht daar nog iets onderduikt. Dan komt hij en de aanmoedigingen zijn van de Nederlanders. En de eindtijd is sneller dan Karlstad deed. Hatschi eindigt in 7:19:95. En dat is opnieuw een zeer aanvaardbare prestatie van deze Oostenrijker. Die vorig jaar al toch wat indruk maakte. En er nu gewoon weer bij is. En gewoon ook in het klassement naar de eerste dag een zeer aanvaardbare positie inneemt. Thomas Nitsch aan het einde van zijn moedeloze strijd. 7:36:82. Voordat er weer een pauze komt. Klaas Bengtsson uit Zweden tegen Jurg Piotrowski uit Oost-Duitsland. Ook nooit echt tot de top heeft gereikt. Persoonlijk record van 7:11:59 duidt daar ook al een beetje op. Deze mannen zijn bovendien voor het klassement niet echt interessant, omdat ze ook een matige 500 meter hebben gereden. Opening 19:09 voor Bengtsson, 20:03. Voor Piotrowski. Nee. Was het prettig om te constateren dat in december met die landenwedstrijd Nederland-Noorwegen-Zweden in Heerenveen met name juist de Zweedse junioren daar een goede indruk maakten. En dat geeft dan weer een klein beetje hoop voor de komende jaren. Want Zweden als schaatsland kunnen we daarbij natuurlijk goed gebruiken. Om te voorkomen dat het altijd en alleen maar een confrontatie tussen Nederlanders en Nooren is. Waarbij dan altijd de Sovjetrijders natuurlijk tot de outsiders behoren, zeker in Olympische jaren. Laatste rechterstuk voor Jurg Piotrowski. En u ziet de tijd. Het is het vermelden waard en dan houden we er ook over op. 7:28:66 is de prestatie van Piotrowski. En hier komt de werkelijk helemaal moe gestreden Klaas Bengtsson. Hoe is het mogelijk, zou je zeggen? 7:39:20 en daarmee zou je nog niet eens een Brits record hebben gereden, heb ik begrepen. 7:39:20, de zwakste tijd tot nu toe. Terwijl Jäger en Nitilé hier van start zijn gegaan, meldt u vast de eerste drie in het tussenklassement. Van der Duim 1 met een puntentotaal van 82.447. Falk Larsen 2, 82.592. En de verrassende Roemeen Kopacz 3 met een totaal van 83.884. We zullen ongetwijfeld in de loop van deze rit genoeg gelegenheid krijgen om de resterende puntentotalen ook nog even door te geven. Zodat u ook wat dat betreft weer helemaal bij bent. Voortreffelijk optreden van de Nederlanders tot nu toe op deze eerste dag. Met een eerste, een vierde en een zesde plaats in het klassement. En daar kan je geen land aan tippen. De Nooren niet, de Zweden niet, niemand niet. Daarom meedoet het op de sprint heeft geprobeerd. En nu ineens dit seizoen toch verraste met prima persoonlijke records op de 5 en de 10 kilometer. En je weet het niet. Nog steeds heel laag in de 34 is de rondetijd. En de tussentijd voor Jäger 3:45:09. En dat is waarachtig 0,2 van een seconde sneller dan Hilbert van der Duim. En dat duidt er toch op dat die Jäger zeer nadrukkelijk bezig is in een poging zich een dusdanige 5000 meter tijd toe te eindigen, dat hij in ieder geval namens Oostenrijk, samen ook met Hatschi, in het klassement van de laatste 16 zal komen. En je moet je dan maar afvragen welke gerenommeerde rijder daar een slachtoffer van zal worden. 6:02:04, dat is 3 seconden, maar met een ronde van 34:03 tegen 6:03:09. En we hebben er straks al gezegd, het toernooi is breder geworden. Veel meer mensen bij de eerste 10 uit verschillende nationaliteiten. En hier zien we het opnieuw dat de twee jongens uit Oostenrijk en Finland voor in het klassement van de 5 kilometer gaan rijden. En zelfs waarin de Jäger een redelijke kans heeft om heel dicht bij de tijd van der Duim
Galei en misschien wel Valk Larsen te komen. 6.35 en een beetje was de tijd die Valk Larsen had. En wat heeft hij? 6.37.2. En 6.37.2 is 1 en 16e seconde sneller dan Hilbert van der Duim. En de 6.38.6 van Nitilé is ook altijd nog 2/10 van een seconde sneller dan van der Duim. En u ziet boven in uw beeld de tot nu toe gemaakte 16e tijd, 7.39.20. Een beetje bepalend, dat is de grens voor wel of niet in het eindklassement zullen komen. Nou, daar spotten deze heren mee, want die gaan daar heel dik onder rijden. Die gaan echt heel goede 5000 meter tijden realiseren. Verrassend, maar interessant en leuk natuurlijk op dit toernooi. Daar is Jäger en wat is zijn tijd? Nou, 7.12.30. De derde tijd voor de Oostenrijker Werner Jäger. Een werkelijk sublieme prestatie. En niets minder groot is de prestatie van Nitilé, die met zijn 7.15 en een beetje op de vijfde positie op dit moment in het klassement van de 5000 meter staat. Hulde voor deze beide heren die we eigenlijk zo hoog in dit klassement niet hadden verwacht. Maar ze staan er dan toch maar, hè. 7.12.30 voor Jäger, een derde plaats. 7.13.56 voor Nitilé, een vijfde plaats. Algemeen klassement niet echt hele hoge ogen kunnen gooien. Sneller moeten rijden dan de langzaamste Nederlander tot nu toe heeft gedaan. Want anders is hij gewoon vierde namens Nederland en dat is niet goed. Met andere woorden, hij zal toch onder de tijd van Kramer moeten rijden en zich moeten richten op een eindtijd van 7.15 of sneller. Want anders dan loopt Funderings zijn Olympische deelname groot gevaar. Opening voor beide rijders in 1909. Dat is een goede opening. Niet al te snel, maar ook bepaald niet al te langzaam. Een opening waar je verder mee kunt. Die toch redelijk geroutineerd zijn in het rijden van deze afstand. Wel door zullen gaan voorlopig. 2.35.7 voor Oxholm. 2.36 rond voor Funderink. Het was net andersom. Funderink heeft de leiding. Oxholm kan niet helemaal volgen. En Funderink heeft nu een kleine voorsprong genomen op Iep Kramer. Funderink hier keurig in die bocht zittend, goed de heupen boven de sneeuwrand drukkend. Dan moet je de linkerschouder wel wat naar voren halen. En kijk, die hand die ligt duidelijk rustiger dan je bij zoveel jongens en meisjes ziet die die hand naast het lichaam draaien. Die moet rustig op de arm blijven liggen, want dat geeft aan dat je de beweging goed beheerst. Nog steeds aan de leiding Robert Funderink, 3.10.76 tegen een 3.11. Hij staat niet stil de klok, maar 3.11 van Oxholm. Moet inderdaad omhoog wijzen. Ten teken dat Funderink niet helemaal voldoet aan het geplande schema. Maar Funderink is een doordouwer, die kan het heel lang volhouden. Die eigenlijk maar echt is een element als het om een 10.000 meter gaat. Maar nu de 3400 meter aflegt in 4.53.4 in een rondetijd van nog altijd 34.5. En 4.53.4, dat is toch ruim 2 seconden sneller dan Iep Kramer op dit moment. En dan zullen we straks misschien eens een andere vergelijking moeten gaan zoeken. Misschien wel die van Valk Larsen, die zal het zeggen. Als Funderink inderdaad in deze cadans die hij duidelijk heeft gevonden nu, door kan gaan. We beginnen aan de laatste ronde met Robert Funderink. En die begint op een tijd van 6.38.5 voor deze man uit Zwolle. 6.38.5, dat is een goede tussentijd. Anderhalve seconde sneller dan Kramer. Ziet weer de 16e tijd, 7.28.66. Daar moet je sowieso onder blijven om in het eindklassement hier te geraken morgen. Nou, dat is voor Funderink maar dan ook geen enkel probleem. Dat is volstrekt duidelijk. Het laatste stuk, het wordt een goede eindtijd, dat is zeker. En Funderink doet wat menigeen toch van hem verwacht heeft. 7.13.77 is zijn eindtijd. En daar komt Oxholm en opnieuw is de Noor teleurstellend. 7.22.24 en Funderink noteert voorlopig de zevende tussentijd. En voldoet dus inderdaad aan die eis om een plaats bij de eerste acht te halen. Zijn afvaardiging naar Sarajevo lijkt met deze prestatie, denk ik te mogen zeggen, wel gewaarborgd. Tot datgene wat zich later in dit seizoen gaat afspelen, met name de Olympische Winterspelen en het wereldkampioenschap in Gothenburg. Je weet het niet, dat zullen we allemaal af moeten wachten. Voorlopig maakt het Nederlandse kwartet hier een voortreffelijke indruk en is Nederland, op dit toernooi althans, Europees gezien, zeker schaatsland nummer 1. Van start zijn gegaan in de binnenbaan de Finn Ranasto en zijn tegenstander in de buitenbaan is Roman Derks, de Pool.
En we zullen ons niet laten verrassen natuurlijk, maar deze mensen, daar mag je rustig van uitgaan, zullen geen bedreiging kunnen vormen voor de top van het 5000 meter klassement en derhalve ook niet voor de top van het algemeen klassement na twee afstanden. Dat zal ploeterend door die buitenbocht begeven. 7.21.35, dat is de kloppen tijd, althans als je een plaats bij de laatste 16 wilt hebben. 6.53.1 is de tijd bij het ingaan van de laatste ronde voor Derks. Hier kun je nog even heel mooi zien of die jongen verder naar achter afzet. Laat te lang zijn schaaf stilstaan. En dan zie je, vooral als hij moe wordt, dat er helemaal geen afzet meer uitkomt. Toch moet je ook constateren dat het toernooi in die zin goed is dat wanneer je bij de laatste 16 wil komen, je al onder de 27 moet rijden. En dat is toch eigenlijk prima natuurlijk. Derks haalt dat bij lange na niet. Hij finisht hier in 7.29.58 en dat is louter voor de statistiek, want voor het klassement heeft dat geen enkele betekenis. Zo min als de eindtijd van Jukko Ranasto uit Finland, de nieuwe man. Maar wie weet wat hij in de komende jaren nog zal laten. Voorlopig is het niet indrukwekkend 7.42.55. Nee, het is een heel gek toernooi in Thomas Kuusterson. Het wereldkampioenschap is in Kotenburg, dat is voor mij belangrijk. Ja, die Roemeen rijdt heel erg goed. En die Nederlanders rijden heel erg goed, laten we het daar eens over hebben. Die 5000 meter, hè, er is van tevoren altijd, of altijd, maar met name de laatste dagen, gesuggereerd dat wat jou betreft er een klein strijdje binnen de Europese titelstrijd is afspelen. Namelijk de plaats voor Sarajevo ten opzichte tussen jou en Iep Kramer. Hè. Nou heb je Kramer geklopt vandaag op die 5000 meter, in tijd althans. Ga je nu naar Sarajevo? Ga je daar vanuit? Ja, daar ga ik zeker naar. Nu sta ik vierde, Benny Jekerkring kwam er nog voor. Maar dit zeg ik, het Nederlands kampioenschap waren met z'n vier eindigde ook binnen 2 seconden. Dat is natuurlijk eigenlijk niet. Ik moet verwachten, ik weet het niet, we zullen hem eventjes blijven volgen, want het is toch de moeite waard natuurlijk. Die Oost-Duitsers die met name op die 500 meter zo indrukwekkend tekeer gingen, vlak achter Van der Duin op de tweede en de derde plaats stonden, Dietl en Erie. Waarbij Erik op de 5000 meter iets terugviel. Maar hier is Dietl. 34.8 is inmiddels de rondetijd. 3.09.1 de passage op 2200 meter. En dat is nog altijd 1/16 seconde sneller dan Robert Funderink. De vraag is maar of hij dat vol kan houden. Dat ze vieren zich zo goed zouden kunnen manifesteren op dit Europees kampioenschap. Want het geldt voor alle vier dat ze er erg goed bij staan. Ja, verwachten. Toch wel een beetje. We hebben in de Vos hebben goed kunnen trainen. We gingen toch met z'n vier met vertrouwen hier naartoe. Dus wat dat betreft, morgen 1500 meter. Ik geloof toch dat dat ook goed moet gaan. Maar kun je dan? En dan wordt het natuurlijk verschrikkelijk moeilijk, zeker in die laatste ronde. De bel gaat na 6.39.7. En dan mag Dietl de hoop op een goede klassering vergeten. We kijken nog even rechtsboven naar de 7.21.35. De 16e tijd op dit moment op deze 5000 meter. De tijd dus die je minimaal moet halen om een kans te behouden op een plaats bij de laatste 16. Hoewel Dietl natuurlijk via het algemeen klassement ook nog redelijk in koers kan blijven. Maar dit wordt heel problematisch, terwijl hij zijn tegenstander bijna heeft ingehaald. Daar hoeven we dus verder helemaal niet over te spreken. Maar hier is Dietl en kijk, 7.25.44, dat is een enorme tegenvaller. En daarmee komt hij erg verre weg te zakken. Dat is wel zo, maar hij heeft door een voortreffelijke 500 meter, ziet hij naar mijn mening toch nog kans met deze prestatie om zich bij de eerste 8 in het klassement te rijden, als hij morgen tenminste een goede 500 meter rijdt. En daarmee zou Nuland wel eens het tweede Noorse slachtoffer kunnen worden. Want Nuland staat namelijk net voor hem in het eindklassement op de 5 kilometer. Dus als hij bij de eerste 8 blijft na de 3 afstanden morgen, dan liggen en Oxholm en Nuland voor de laatste 16 eruit. Kortom, er kan nog van alles gebeuren, maar wat er ook gebeurt, de Nooren zullen daar niet om kunnen lachen. Veel. De bel zal klinken zometeen voor deze Piotr Krizjak. En de tijd na het beëindigen van de voorlaatste ronde is 6.49.6. En dan is hij 2,5 seconden sneller dan zijn landgenoot Derks. En als hij dat doortrekt, dan zal hij dus in de buurt van de 7.27 uit moeten komen. En u ziet daar rechtsboven weer die 16e tijd staan. Met andere woorden, Krizjak zal daar niet aan toekomen.
tijd, Kvisiak 7:27:45. En dat betekent dat dit toernooi na nog 1500 meter voor Kvisiak tot het verleden behoort. En datzelfde kan ook gezegd worden van Marc Vernier, die hier in 7:41:19 finisht met een slotronde in 39/16 seconden. En dat is dan dat. Steinbergen als Molkov, of Malkov, zometeen onder de 7:21 rijden, dan zijn Bobrov en Nuland voor het eindklassement gezien. Met andere woorden, die laatste rit is nog wel interessant. Deze misschien ook wel, die zal het zeggen, als Jan Junel eindelijk eens een keer vleugels krijgt. Junel de Zweed gestart in de binnenbaan en opende de 32 tegen de Roemeen Opin Kariu, die 21-4 noteerde over de eerste 200 meter. We zullen die tussen het even noteren op de 3000 meter zometeen. Jan Junel. En we kijken eens even bijvoorbeeld naar Wiebel, die 4:19:3 reed op deze afstand. Daar komt Junel al lang niet meer naartoe. 4:23:4 in een ronde van 35. Nee, dat ziet er niet goed uit voor de Zweed. En we moeten wat hem betreft het ergste vrezen. In de eindronde ziet hij toch nog kans om onder die 7:21:35 uit te komen. Maar garantie is het natuurlijk niet, want zometeen krijgen we Malkov en Steinberg in de laatste rit tegen elkaar. En dat zijn twee heren waarvan je niet raar moet opkijken als die daar weer onderduiken. En dat zou betekenen dat Junel dan toch weer buiten die 16 valt. Maar goed, dat zijn bespiegelingen. We gaan dat gewoon volgen, dat blijft nog beter. Terwijl hier de eindtijd is voor Ion Opinkariu, 7:45:66. Nou, Junel zit goed. Junel zit toch nog goed, want hij heeft zelfs twee man, Kuilstad en Nuland, achter zich gelaten. Dus de eerste die afvalt, dat is Nuland. En dat kan hij dus nooit zijn. Gevestigde namen. En wat dat betreft ben ik wel nieuwsgierig naar de prestatie die Heinz Steinberger hier zal neerleggen. De laatste rit van de eerste dag van dit Europees kampioenschap. Dan kan de totaalbalans van die eerste dag worden opgemaakt. En dan kunnen we opnieuw de constatering uitspreken dat Nederland het in ieder geval uitstekend heeft gedaan. Malkov gestart in de binnenbaan en dit is derhalve Heinz Steinberger. U herkent het Oostenrijkse tenue rood met wit en de donker geklede man is dus de rijder uit de Sovjet-Unie. En kijk eens wat die Malkov aan het doen is, die daar ineens met een geweldige sprint van start gaat en een opening van 19-3 noteert. Waar is die man mee bezig, zou je kunnen afvragen. Maar ja, wellicht weet hij het wel. En daarbij steekt de opening van Steinberger in 21 rond een beetje schril af. 1:17 seconden spelen op 200 meter is natuurlijk wel verschrikkelijk veel. Maar het is maar de vraag. U kent het goed Nederlands gezegde dat wie het laatst lacht het best lacht. Het is maar de vraag of Malkov dit eigenlijk wel had moeten doen. 600 meter, Igor Malkov, 51.58. Ja, hij gaat ontzettend goed door. Maar het is nog maar 600 meter geweest. En ik ben verschrikkelijk benieuwd waar deze Malkov zichzelf een beetje zal tegenkomen. Want dat had gebeurd staat vast, denk ik, Leen. Technisch ziet het er heel vrij uit, hè. Zoals die jongen dus al hier achter die schaats zit, makkelijk wiegend erop staat. Dat zal natuurlijk de laatste ronde ook niet meer zo zijn. Maar zoals hij dat hier laat zien, goed die schouder boven zijn schaats zettend. Recht erboven, mooi achterop zitten en hier doorkomen met 1:25:22. Een tijd die slechts 18e achter de tijd van Valk Larsen is op dit moment. 1:29:07 is de tijd die Steinberger realiseert. Maar hadden we in die beginfase zoveel achterstand op moeten lopen dat hij daar waarschijnlijk zelf van geschrokken is. Nog altijd 34-2 voor de ronde. 3:07:09 is de tussentijd voor Malkov na 2200 meter. En dan is hij bijna 3 seconden sneller dan Funderink. En dan is hij altijd nog maar ruim 2 seconden langzamer dan Valk Larsen. En u kent het verhaal van Valk Larsen, die het echt moeilijk had in de laatste rondjes. En voorlopig is er niets dat duidt op moeilijkheden voor deze Malkov. Integendeel zou ik willen zeggen. 3:41:09 na 2600 meter. En dat betekent 2/14 seconden langzamer dan Valk Larsen. Moet nu met leden ogen toezien dat deze Malkov toch heel goed aan het doorgaan is hoor.
4200 meter, nog twee rondjes met andere woorden, 6.002. En dan is het verschil gereduceerd tot 18e van een seconde. 18e van een seconde ligt Malcolm nog maar achter op de tot nu toe snelste tijd van Rolf Falk Larsen. En dan ziet het er inderdaad naar uit dat we hier aan het einde van de eerste dag van het Europees kampioenschap nog een uitermate prettige verrassing kunnen meebeleven. Igor Malkov lijkt, ik bouw wat voorzichtigheid in uiteraard, lijkt, zeg ik met nadruk, op weg naar de snelste tijd op deze 5000 meter. En dat zou toch prima zijn natuurlijk. De bel luidt na 6 minuten 35 en 18 honderdste van een seconde. En dan is het verschil, nou het is niet te geloven, nog 1/10 ten opzichte van Falk Larsen in het nadeel van deze Malkov. Die 7.21 is voor hem natuurlijk makkelijk te halen, dat is verder geen enkel probleem. We richten ons nu alleen op de eindtijd van Rolf Falk Larsen, die de snelste tijd tot nu toe realiseerde van 7.11.32. En waar komt Malkov terecht? Haalt hij het of haalt hij het net niet? Ik ben geneigd om te zeggen dat hij het zal halen. 7.11.32, snelste tijd tot nu toe van Falk Larsen. En hier is hij, Igor Malkov, 7.10.06. Een fantastisch mooie prestatie om in de laatste rit, terwijl de schemer is neergedaald in het Fram Stadion, de snelste tijd en dus de winnende tijd op de 5000 meter te realiseren. En dat betekent het einde, begrijp ik, van Andreas Erich en van Nieland. Leen, of zie ik dat verkeerd? Erich blijft erin door het klassement, doordat hij dus toch nog bij de eerste 8 blijft. Maar doordat Malkov de eerste plaats komt, vliegt Nuland nu eruit. En dat betekent dat dus de Nooren met 2 man bij de laatste 16 zijn overgebleven. En tussen 2, Kopacz 3, Werner Jäger, ja, zeg er maar wat van, 4. Dan Frits Galei en ja, Perti Niekeleij zit er toch ook gewoon tussen met zijn 6e plek. Hilbert van der Duim 7, Robert Vundering 8, Yves Kramer 9, Hans van Helden 10. 5 Nederlandse namen bij de eerste 10. Het kan niet op voor Nederland, zou je zeggen. Gewoon erg goed van de Nederlandse inbreng hier op de eerste dag van het Europees kampioenschap. Hulde voor deze Malkov die aan het eind van de middag tot die prima prestatie in staat bleek. 7.10.06. En dan vervolgen we de uitslag van die 5000 meter. Korotkov op de 11e plaats. Gustafsson, pas 12e. Hachief, Junel, Karlstad en Nieland. Dan hebben we de eerste 16 gehad. Maar Erich staat 17e gedeeld met Bobrov. En u heeft al begrepen alleen dat op grond van het klassement Erich door kan gaan. En dat betekent dus dat de nummer 16 van de 5000 meter, Björn Nieland, daar het slachtoffer van wordt. Een prima moment om te gaan denken aan het afsluiten van deze reportagereeks. Hilbert van der Duim is de lijst aanvoeren na 2 afstanden. Gevolgd door Rolf Falk Larsen met een klein verschil op de 1500 meter. De eerste afstand van morgen. Een afstandsverschil dat u in de 3e rechterkolom ziet staan. Kopacz, Schalei, Erich, toch keurig nog 5e. Niekeleij, Dietl, Kramer, Bobrov en Malkov. Dat zijn de eerste 10 in het klassement van de eerste dag. Schalei goed, Kramer goed, 3 man bij de eerste 8. Niks op aan te merken. Bepaald niet. 1 Noor dus maar, Falk Larsen, en dan hou ik er ook echt over op met dat te benadrukken, want dan gaat het lijken op een beetje naijven, dat moet niet. Hachief, de Oostenrijker, 11e, Van Helden in het klassement 12e, Korotkov, Jäger, Gustafsson, uitermate teleurstellend op een 15e positie, Nieland 16e, Vundering 17, Oxholm, Junel en Kriziak. Dat zijn de eerste 20 in het klassement van de eerste dag van dit Europees kampioenschap. Een Europees kampioenschap dat morgen om 1 uur wordt voortgezet met de 1500 meter. En dat belangen nog niet is beslist. Zeker niet wat het titel betreft. Zeker ook niet wat de andere klasseringen in het klassement aangaat. En dat betekent, terwijl hier de laatste serie namen van het algemeen klassement in uw beeld verschijnt, dat betekent dat we zoals vandaag ook morgen kunnen toeleven naar een interessante schaatsdag. Een Europees kampioenschap wat vergeleken met dat van vorig jaar, toen de weersomstanders al verschrikkelijk nadelige invloed hadden, een prima toernooi genoemd mag worden met goede schaatsport. We nemen afscheid van u uit Larvik en treffen u graag morgenmiddag rond de klok van 1 uur opnieuw aan het toestel. 100 meter en zullen dan in de eerste paren meteen al Nederlanders op het ijs zien. Frits Galei opent het toernooi vandaag in de rit tegen Kopacz. In de tweede paar Yves Kramer tegen Konstantin Korotkov uit de Sovjet-Unie. Dan Andreas Erich tegen Rolf Falk Larsen. En meteen daarna, en hij weet dus exact wat hem te doen staat om Falk Larsen voor te blijven in het klassement, Hilbert van der Duim, net als gisteren op de 500 meter, opnieuw tegen Andreas Dietl uit Oost-Duitsland. Robert Vundering, niet bij de eerste 10 in het klassement, maar dat mag men ook niet verwachten, omdat hij nu eenmaal altijd moeite nog heeft met die 500 meter, rijdt in de 5e rit tegen Jan Junel.
En voor Junel is het ook belangrijk wat er allemaal gebeurt op die 1500 meter. Want hij is één van de mensen die misschien gewipt zullen kunnen worden voor het eindklassement, de laatste 16. En dat geldt dan ook voor de Nooren, Nilan en Karlstad. Wij zullen daar ongetwijfeld nog over komen te spreken. Het vervolg van de lotingsresultaten voor de 1500 meter. Zesde rit, Hachief tegen Nitile. Dan Malkov tegen Werner Jäger, Oostenrijker die ook zo'n prima 5000 meter gistermiddag reed. Hans van Helden tegen Thomas Gustafsson. Van Helden die gisteren op de 5 kilometer Gustafsson royaal klopte. Nietzsche tegen Nieland, Bengtsson tegen Oxholm. En dan komen we in de wat mindere goden. Paganin, de Italiaan, tegen Krzyziak de Pool. Derks, ook uit Polen, tegen Steinberger, Oostenrijk. Bobrov tegen Vernier. Piotrowski, de derde man uit de DDR, tegen de tweede Vin in dit toernooi. Ranasto. En de laatste rit gaat tussen Opin Kariu en Geir Karlstad. Bitschalei en Tibor Kopacz, twee mannen die meetellen in het klassement, derde en vierde. En twee mannen die zich ook niet kunnen permitteren om natuurlijk hier verkeerde dingen te gaan doen op deze 1500 meter. Maar die bovendien voor de toch altijd wat ondankbare opgave staan om hier de openingsrit te moeten rijden. Onder omstandigheden waarvan je natuurlijk niet exact weet wat er mogelijk is. Kopacz opent in 26-15 en Schalei zit daar kortbij 26-32. En nogmaals, ik herinner u er maar even aan, Schalei zal de rit moeten winnen met ruim 16 seconden voorsprong op de Remain om hem in het klassement te passeren. Baanrecord hier in Larwijk staat nog altijd op naam van Sten Schemme, 1:59.87. Even kijken naar Schalei, die nog altijd de Roemeen heel klein beetje voor zich ziet. 56-58 om 56-67. Ja, die Roemeen, dat is niet een man die je zomaar van je afschudt. Hij heeft dat vorig jaar natuurlijk ook al laten zien op het Europees kampioenschap, toen hij in het eindklassement in Den Haag op een tiende plaats eindigde. En de ontwikkeling die zich in zijn schaatsrijden toen had aangediend, heeft zich voortgezet. De man doet het gewoon erg goed. Schalei, Bel, 1100 meter, ligt voorop nu. 1.28.56 voor Schalei en 1.28.75 voor de Roemeen. En dan zou Schalei in die laatste rit moeten toeslaan, maar ik weet het niet. Ik weet niet of Schalei in staat zal zijn, hoewel hij natuurlijk het voordeel van die laatste binnenbocht heeft en op dit rechterstuk heel goed naar die Roemeen toe kruipt. En dan natuurlijk met voorsprong uit die bocht tevoorschijn moet kunnen komen. Dat doet hij. En dan nogmaals, het verschil moet 16e van een seconde zijn. En dan zal Frits Galei een plaatsje klimmen in het klassement. Dat gaat gebeuren. Hier is de eerste eindtijd. Frits Galei, 2:00.99. En ik denk dat het gezien de omstandigheden bepaald geen slechte tijd is. Maar dat zullen de volgende ritten uitwijzen. 2:02.52 voor Kopacz, die toch problemen ondervond. Duidelijk in die laatste ronde. Weg, Iep Kramer in de binnenwagen start tegen Konstantin Korotkov. Nou, Kramer kan zich in ieder geval richten op die tijd van Schalei. 2 minuten blank. Want Schalei is, als hij de opening heeft gedaan, natuurlijk een man waar je echt op kunt bouwen. Een van de betere 1500 meter rijders, zonder twijfel. De 300 meter voor Korotkov in 26-3. Kramer in 26-4 en de opening in het eerste paar 26-1 voor Kopacz was dus ietsje sneller. Maar ook Kramer is een man die echt wel weet hoe je een 1500 meter op moet bouwen. Goed langs die sneeuwrand, keurig, toch achterstand. Een paar meter achterstand voor Kramer op Korotkov. 700 meter. 57-1 om 57-3. En dat is toch inderdaad iets langzamer dan de vorige rit. Toen Kopacz in 56-5 doorkwam. Een verschil derhalve van 18e seconde. Nu moet Kramer komen in de binnenbocht. Keurig reden langs de sneeuwrand. Prima in balans. En een lichte voorsprong inmiddels voor onze landgenoot die de bel hoort luiden na 1:29.1 seconde. En daarmee is hij dan zo'n 14e
Nee, 16e seconde langzamer dan Schalei in de vorige rit. Schalei die bovendien een prima laatste ronde reed. Kramer heeft afstand genomen van zijn tegenstander. Korotkov zal daar niet meer bij komen uit die laatste binnenbocht. Kramer gaat er halve de ritzegen opeisen. Dat is niet zo vreselijk belangrijk. Het gaat om de tijd. En hier is die tijd 2:02:39. Daarmee is hij tweede achter Schalei op dit moment. Want hij is net iets sneller dan Kopacz. En Korotkov finisht in 2:03:66. Ze staat op de vijfde plaats in het klassement na twee afstanden. Was op de 5 kilometer niet bij de eerste 16. En dat betekent dat als hij zich handhaaft bij de eerste 8 in het klassement na deze derde afstand, dat dan de nummer 16 van de 5 kilometer afvalt voor de laatste afstand. En die nummer 16 is Kallister. Van Klassen is van belang natuurlijk voor de top in het klassement. Hij staat 44 honderdste van een seconde achter op Hilbert van der Duim, die in de volgende rit gaat rijden. En dus is het van belang wat de Noor hier gaat doen. Tijdens Erich opent in 25-5 tegen 25-7 voor Falk Larsen. En 25-5 is een snelle opening. 16e seconde sneller dan de snelste opening tot nu toe. Erich, die net als zijn landgenoot Diebel gisteren positief verrast op de 500 meter met een respectievelijk derde en tweede plaats. En derhalve in het klassement ook heel hoog staan. Mooi gevecht, naast elkaar met nog licht in het voordeel de Oost-Duitser, 56-1 om 56-4. En daarmee is hij, Erich, dan 14 seconden sneller dan Kopacz, die op deze fase van de strijd nog de snelste tussentijd noteerde. En ik ben benieuwd wat uit deze rit zullen we echt kunnen halen, wat prestatie van Schalei waard is. En kijk eventjes naar Falk Larsen, die hier toch op een reële achterstand is gereden van een metertje of 10-11 door Andreas Erich, die de laatste ronde ingaat in 1:27.7. Daarmee een 18e van een seconde sneller is dan Frits Schalei. En kijk naar Ardalier, die man heeft het natuurlijk ook niet meer, want de Nooren hebben het heel slecht gedaan gisteren. En Falk Larsen komt er vandaag weer niet aan. In zijn geval mag ik eigenlijk het woord weer niet gebruiken, want hij heeft de Noorse eer gisteren nog wel hoog gehouden. Maar kijk eens hoe die gewoon wordt weggeschaafd door deze Erich. Erich die het nu op het laatste stuk ook moeilijk krijgt en dan kan Van Klassen wellicht dan iets dichterbij komen, dat lukt ook wel. Maar de ritzegen gaat heel duidelijk naar Andreas Erich in 2:01:47. En waar finisht Falk Larsen? In 2:02:53. En als we dan kijken naar die 2:00:99 van Frits Schalei, dan kunnen we echt constateren dat Frits een prima 1500 meter heeft gelopen in die eerste rit. Kijk eens hoe Falk Larsen hier gedecideerd geklopt wordt door Andreas Erich. Opnieuw een uitermate teleurstellend optreden van een Noor. En opnieuw een domper op de feestvreugde voor het publiek. De 1500 moet kunnen. Falk Larsen 2:02:53. Hilbert mag daar 44 honderdste seconde op verspelen. Dat betekent dat hij binnen de 2:02:97 moet finishen. De duim gestart tegen Andreas Diepen. Man die hij gisteren in de eerste rit op de 500 meter ontmoette. Een rit die toen meteen resulteerde in de twee snelste 500 meter tijden van de hele middag. Van de duim won toen Diepen was 2. Goed uit die binnenbocht gekomen. Meteen zeer goed op tempo ook, zo te zien van de duim. Een paar metertjes toch al een gat geslagen ten opzichte van Titel. En de openingstijd over 300 meter, 26-1. Dezelfde opening als de eerste rit te zien gaf. Iets minder snel dus dan Falk Larsen in de voorgaande rit. Maar we hebben de afloop gezien. Het is eigenlijk merkwaardig dat Falk Larsen, die gisteren ook, achteraf is het altijd makkelijk praten, te snel wegging op de 5000 meter en dat later moest bekomen, eigenlijk nu op die 500 meter een beetje dezelfde fout maakt. Van der Duim, nog altijd een kleine voorsprong ten opzichte van Titel en een tijd naar 700 meter van 56-9, halve seconde langzamer dan Falk Larsen. Het mag 44 honderdste van een seconde zijn. Goed daarachter Titel meegaand, Van der Duim op dat rechterstuk en dan in die binnenbocht duikend om vervolgens de Oost-Duitser natuurlijk weer royaal achter zich te laten.
Laatste ronde gaat in. 1.27.7 was de vorige rit. 1.28.6 voor Van der Duim. En ja, dan moet je bijna constateren dat de omstandigheden toch per rit aan het verslechteren zijn. Henk Boer, de aanwijzingen. Hij zit boven zijn schema, u zag het gebaar. Titel helemaal weggereden, maar dan ook echt helemaal. En Van der Duim, wat kan je nog op het laatste stuk? Oogt goed, absoluut. 2.02.53 was Stalk Larsen. Hij moet dus binnen de 2.03 Royaal eindigen. Ja, en die slotronde van Van der Duim, hij is fameus. Hij bewijst het andermaal. 2.01.24. En daarmee is hij dus royaal voorgebleven in het klassement op Falk Larsen. Zodat de beste Noor nu in ieder geval twee Nederlanders in het klassement voor zich heeft. Inmiddels dan gestart Robert Funderink in de binnenbaan tegen Jan Junel. En Jan Junel, hij weet dat hij kan er zelf niet zo vreselijk veel aan doen op die 1500 meter. Maar hij weet dat zijn positie wankelt in het klassement. Hij is van anderen afhankelijk om eventueel wel dan juist niet aan de laatste afstand later op deze dag mee te mogen doen. Hij opent voortvarend de zweet, een grote voorsprong ten opzichte van onze landgenoot. En de tijdwaarneming in beeld valt weg, hier in het stadion valt die ook weg, althans is niet meer te lezen. Laten we hopen dat dat snel terugkomt, omdat anders een vergelijking altijd een beetje globaal moet zijn. En dat is niet leuk. Junel. Voorsprong genomen ten opzichte van Funderink. En laten we één ding hopen dat het niet betekent dat de elektronische tijdwaarneming stuk is gegaan. Want dan zouden alle tijden herleid moeten worden tot handtijden. En dat is altijd onprettig. Funderink heeft toch wel een heel royale achterstand opgelopen ten opzichte van Junel. Beetje te veel naar mijn smaak, dat moet hij niet doen. En Funderink die klaagde gisteren na afloop van de 5000 meter ook al over de kou die hem erg slecht was bevallen. Je keel slaat dicht, zegt hij, en je ogen vriezen bijna dicht vanwege het tranen. En dan zie je bijna niks meer. Wel voor de laatste ronde gaat. Jan Junel wordt een beetje bijgehaald door Funderink, die natuurlijk straks de laatste buitenbocht zou moeten lopen, dat wel. Met andere woorden, de ritzeger zal normaal gesproken onze Nederlander niet meer ten deel kunnen vallen. Maar hij zal ongetwijfeld willen vlammen op de 10 kilometer, want dat is immers zijn afstand. Kijk, hij loopt toch lekker mee in die buitenbaan, dat zeker. Junel zit er doorheen. De finish, Junel wint royaal. Funderink is dik geklopt. Eindtijden zijn er op dit moment niet. We zullen maar eens een stopwoord bijhalen om dan, mocht die tijdwaarneming inderdaad verstikt, laten gaan zelf. Zij het dan in globale zin de tijden maar voor u te registreren. Op deze eindsplaat zullen we eventjes moeten wachten. Robert Funderink, maar daar zal nog wel aan getarnd worden door een aantal rijders die hierna komen. Goed meekom. En op een 11e plaats staat Roemenië. Goed, Nitele is gestart tegen Hachiev en de tijd loopt weer mee. En dan hoop ik maar dat de tijd van Funderink en Junel in de vorige rit toch goed geregistreerd is. Ik denk het wel, omdat hij een 100ste verschonnen uiteindelijk heeft doorgegeven. Het zal dus wel in orde zijn. De opening voor de Fin. 26-3. Dat is een goede opening. Het is namelijk exact dezelfde opening als die van bijvoorbeeld een man als Frits Galei. De voorlaatste ronde in 1.29.77 doorkomen op 1.31.10. En dat is dus duidelijk achter alle andere deelnemers op dit moment. Ja, dat is opvallend. Nou ja, opvallend ook weer niet natuurlijk. Maar in ieder geval kun je constateren dat de mannen die hoog staan in het klassement van die 1500 meter, dat allemaal onveranderlijk hebben te danken aan een prima slotronde. En dat al die anderen in de slotronde, van Larsen met name, de grote problemen opvoeden. Hier is Nitele in een zeer acceptabele tijd. 2.02.24. En daarmee staat hij zesde in het voorlopige klassement van die 1500 meter. En ook Hachiev kun je toch als een voldoende aanmerken met zijn 2.04.76. Andere toeschouwers kijken naar het optreden van de heren Jäger uit Oostenrijk en Malkov uit de Sovjet-Unie. Malkov realiseren op die 5 kilometer 7 minuten en 10 seconden.
Volkov is een van die Russen die erg veel indruk heeft gemaakt op langere afstanden, maar die ook op deze afstand een goed persoonlijk record heeft staan van 1.55.8. En kijk eens wat een voorsprong die met 1-0 neemt ten opzichte van die Oostenrijker, Jäger. 26.5 is de tijd na de eerste 300 meter voor Igor Malkov. En dat is een tijd die ongeveer dezelfde is als van de meeste mannen die in de top van het 1500 meter klassement teruggevonden worden. Deze mannen kunnen hebben. De tussentijd 1.29.9 na 1100 meter. En dan is hij nog 0,2 van een seconde langzamer dan Ferdi Niedele in de vorige rit noteerde. En zal het dus ook van de laatste ronde afhangen wat er nog mogelijk is. Maar zo te zien hebben beide heren daar nogal wat moeite mee met die laatste ronde. En dat is niet zo verwonderlijk, want het is toch een vrij zwaar weer waar de mannen in moeten rijden. Jäger, de boegestreden Malkov, toch geklopt in die laatste ronde in een eindtijd van 2.03.13. En een slotronde van 33 seconden precies. En Malkov 2.03.69, respectievelijk de 8e en de 9e plaats voorlopig op deze 1500 meter. En u weet hoe gisteren van Gustafsson en van Helder. En het verschil tussen de twee is in ieder geval dat Van Helder rijdt voor wat hij waard is. En dat de algemene opinie rondom Gustafsson luidt dat hij hier een beetje aan het spelen is op dit Europees kampioenschap. Omdat hij plannen heeft, met name met betrekking tot de rest van dit schaatsseizoen. De Olympische Winterspelen en zeker ook het wereldkampioenschap in zijn eigen land in Gothenburg. De opening voor beide heren in 26-4. Dat is in orde. Maar dan. Er was trouwens een ander bericht gisteravond over Gustafsson. En dat was namelijk dat hij de avond van tevoren zo lang aan zijn schaats had zitten slijpen. Dat hij de bekende ronding die hij in zijn schaats moet hebben. Dat hij die helemaal verkeerd in had geslepen. En dus, gisteren hebben ze ook ijlings een paar andere buis in zijn schaatsen gezet. Om dat euvel te vermijden. Dat zou dan een reden moeten zijn. Maar als we nu Hans van Helder bezig zien met 56-7 tegen 57-7. Dan kun je natuurlijk al over rondingen praten. Maar als je zo'n draai om je oren krijgt na een 700 meter. En je zelfs wel achterlangs moet kruisen. Dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Hans van Helder die werkelijk heel erg goed gaat. En nu een meter of 25-30 voorsprong gaat nemen. En Gustafsson moet wel heel erg diep uit de buil tasten. Wil hij dat toch goed maken? De bel gaat voor Van Helder en Gustafsson zal het zeker niet goed maken tenzij Van Helder in elkaar gaat. 1.28 rond en dat is een prima tussentijd voor deze Van Helder. En die lijkt in staat, als je die laatste ronde tenminste bereidt, tot een echte verrassing. Want hij is hiermee een halve seconde sneller dan de snelste man tot nu toe, Frits Galei. Maar nogmaals, Frits had een prima laatste ronde en dat moet Hans dan allemaal nog maar presteren. Maar voorlopig maakt hij toch weer indruk hoor, deze Van Helder. Goed uit de bocht gekomen. Hij gaat in ieder geval naar een goede tijd doen. Dat is een ding wat zeker is. En kijk eens, 2.00.32. En daarmee is hij gewoon winnaar op dit moment van die 1500 meter. Nou, wie dat van tevoren had gedacht, het zullen er heel weinig zijn geweest. Hans van Helden, 2.00.32. De snelste man op dit moment op de 1500 meter. En ik zie zo 1-2-3 niet iemand die hem daar nog makkelijk van af zal houden. Die laatste meters van Van Helden, die altijd mooi schaatsen, de finish bereikt. En die dit seizoen aan een, mag ik het woord beter, opstanding gebruiken, bezig lijkt te zijn. Die in de onderste geledingen van het klassement terug te vinden is. En nog steeds niet ingeslaagd om schaatsenrijders voort te brengen die zich kunnen meten met de internationale top. Björn Nyland rijdt in de binnenbaan met de witte armband. En opent nagenoeg gelijk met zijn tegenstander. Lichtelijk voordeel voor de West-Duitser, 26-3 om 26-4. Ik zou bijna zeggen de gebruikelijke opening. Voor Thomas Nitsch in 1.29.99 tegen 1.30.08. Voor Nuland, die heeft dan het voordeel van de laatste binnenbocht. Maar u ziet ook zijn coach gaf hem twee vingers boven zijn schema aan. Goed, met die laatste binnenbocht zal Nuland er dan ongetwijfeld wel in slagen om deze rit nog te winnen. Maar de tijd zal niet een tijd zijn die hem echt
hoog in de klassement die 1500 meter brengt. En kijk eens, hij kan eigenlijk die niet eens echt goed kloppen, want die zit er kort achter. 2-0-4-14, opnieuw een tegenvallende prestatie van een van de Noorse rijders, Wieland in dit geval. 2-0-4-49 voor Thomas Nitsch. Een verschil van ruim 0,3 van een seconde. En dat voor een Noorse toprijder tegen een West-Duitse reserve. Schrijnender kan ik het denk ik niet verwoorden wat hier gebeurt met de Noren. Bengtsson forceert. Die was van het gezicht van de Noor af te lezen. Want ja, het tast toch ook wel, denk ik, alleen een beetje je zelfvertrouwen aan. Hè? Als datgene met je gebeurt en ook met je ploegmaten, dat het niet gaat. De ene tegenslag naar de andere, de ene teleurstelling naar de andere. Je wordt daar niet echt vrolijk van natuurlijk. Nou, dat is juist het probleem, hè. Dat je moet wel heel erg sterk in je schoenen staan. Wil je op een gegeven moment, als er zo wordt toegeslagen op een ploeg, dat je dus daar overeind in blijft. 26-4, 26-6, opnieuw de tijden die je mag verwachten voor tijden die tussen de 2-2 en de 2-5 liggen, zo globaal. Ik hoop dat ook op de 1500 meter Oxholm niet tot een echte prestatie zal kunnen komen waarvan je zegt, goedendag. Bengtsson komt in het verhaal helemaal niet meer voor. Die krabbelt daar met alle pijn en moeite langs de sneeuwrand van de buitenbocht. Met grote achterstand op Oxholm. Die gaat finishen in 2-0-5-31. Een magere prestatie van deze Noor. En kijk eens naar Bengtsson, 2-0-9-19. Ja, dat zijn geen tijden om over naar Zweden te schrijven, dat is duidelijk. Want in de buitenbaan is gestart Piotr Krizijak en zijn tegenstander heet Giovanni Paganin. Een man die tot zeer aanvaardbare prestaties in staat is op de 500 meter. 1000 meter, dat kan dan nog net, maar langer moet het ook niet worden, want dan is de brandstof op. Na 1 minuut 30 en 16 seconden. En het verschil is opnieuw 1/10 met het schema van Oxholm. Zei het dat het nu in het voordeel van Krizijak is en 400 meter geleden in het nadeel van hem. Krizijak die nu door de binnenbocht lopend zich toch een redelijke voorsprong kan verwerven ten opzichte van zijn Italiaanse tegenstander. En uitkomt in een tijd die voor zijn doen natuurlijk bepaald niet raar is. 2-0-4-46. Dat kan echt goed als je dat relateert aan tijden van gerenommeerde rijders. Is het zeker niet slecht. En dat geldt ook voor Paganin. 2-0-5-55. Die bijvoorbeeld maar 2,3 seconden achter blijft op Oxholm. Terwijl Krizijak. En daardoor nu landt het klassement uit. Van start gegaan Roman Derks in de binnenbaan. En zijn tegenstander Heinz Steinberger. Deze man uit Oostenrijk. Een tussentijd van 1:33.4 voor de Pool. En dan zijn ze bijna 3 seconden langzamer dan een man als Krizijak. Een rare hoge hand zwaaiend toch deze race gaat winnen. 2-0-7-76 voor Heinz Steinberger. 2-0-8.19 voor Roman Derks. Niet Nuland, maar Kuilstad kwassen met het rijden, want Nuland is er al uit. Tegenstander van Bobrov. Bobrov die hier in de binnenbaan is gestart. André Bobrov. Ik ben benieuwd wat die 1:53.22 van Medeo vertaalt naar de omstandigheden hier in Noorwegen, waar het zal blijken te zijn. De opening gaat in 26-3. Dat is te doen gebruikelijk. 26-5 voor Vernier. En kijk eens met de hand op de rug. Hebben we een hele tijd gezien. Ziet het trouwens goed uit. Maar in de bocht doet hij toch maar niet. Iep Kramer, die had 2-0-2-39. Die had op deze tussentijd 1-29-1. En daar is hij mooi mee te vergelijken. Daar zit hij een halve seconde voor. Maar we hebben gezien dat Iep Kramer een geweldige goede laatste ronde race. Want we dachten, nou, hij komt ver achter. Maar deze jongen die vecht voor zijn laatste kans. Een halve seconde voor op Iep Kramer bij de doorkomst op 1100 meter. Kijken of die halve seconde voor hem zo blijft. Want dat betekent dat hij inderdaad Iep in het klassement, na 3 afstand althans, voorbij gaat. 2-0-2-0-8 moet hij dus rijden om dat te presteren.
en zich daarmee een plaatsje in het eindklassement te verwerven. Nou, dat gaat royaal gebeuren. 2-0-1-77 is de tijd van Bobrov. Prima prestatie. 2-0-3-97. En ik vind ook dat een uitstekende prestatie van de Fransman Marc Vernier. In de binnenbaan staat Jurk Piotrowski uit Oost-Duitsland. En zijn tegenstander is Ilkka Ranasto uit Finland. Dat geldt ook voor zijn tegenstander, want beide heren zullen we straks niet meer terugzien. De overwinning gaat naar de Oost-Duitser, 2-0-6-16. En de Fin noteert 2-0-7-0-9. Nou ja, het is ook maar weer de vraag natuurlijk wat voor consequenties verantwoordelijke lieden zullen willen verbinden aan de prestaties van deze Nederlanders op de 1500 meter hier. Ten aanzien van de deelname aan de Olympische Winterspelen in Sarajevo. Een Olympische 1500 meter waarvoor natuurlijk heel duidelijk ook nog een man als Hein Vergeer, die dit weekend in Davos acteert en bepaald niet slechter doet begrepen, voor in aanmerking komt. De opening van Karlstad en Opinkariu. 27.5 om 27.6. En dat is gewoon een seconde te langzaam. Metertijd voor Karlstad 1.32.1. Uiterst magere tussentijd. Zal ook een hele over de eindtijd uit de voorschijn komen. Karlstad zal die rit ongetwijfeld wel weten te winnen door het rijden van die laatste binnenbocht. Maar toch. Opinkariu is aan het eind van zijn krachten, zo te zien. Heeft er grote problemen mee. En Karlstad gaat af op de laatste ritzegen van de 1500 meter. In een uitermate opnieuw teleurstellende tijd van 2-0-6-22 en een laatste ronde van boven de 34 seconden. En dat zegt wel iets. 2-0-8-48 is de eindtijd van Opinkariu. En daarmee is hij bijvoorbeeld nog sneller dan een man als Klaas Bengtsson uit Zweden, om maar eventjes wat te noemen. Wel, dit was Galei 2 van de Duim 3. Erich, Bobrov niet in lee. Kramer op een zevende plaats. Kopacz, Van Klaassen, de eerste Noor als negende. En op een tiende plaats de Oostenrijker Werner Jäger. En de consequenties van het algemeen klassement, die kent u. Daarin staat Van der Duin 1, Schalei 2 en staat Valkluissen op ruim 11 seconden achterstand, opgerekend op de 10 kilometer. Tot zover in eerste instantie Larvik. We gaan terug naar Hilversum en treffen u graag straks bij de 10.000 meter opnieuw. Cement, Valkluissen hadden we behandeld. Op de vierde plaats Kopacz met een achterstand van 17 en 28 honderdste seconden op Van der Duin. Dan Andreas Erich, waarvoor we moeten vrezen met het oog op de 10 kilometer. Hij zou wel eens wat terug kunnen vallen in het klassement. En zou dan bijvoorbeeld een man als Van Helden daarvan kunnen profiteren? Ook dat is de vraag. Van Helden, die een paar weken geleden op de baan in Insel wel een nieuw persoonlijk record 10 kilometer vestigde. In de tijd van 14 minuten en 54 seconden. En Van Helden die aangetoond heeft gisteren en zeker vandaag over een uitstekende vorm te beschikken. Maar 10 kilometer is toch een lange afstand. En dan moet je ook een hele goede conditie hebben om dat tot een goed einde te kunnen brengen. Om die het spits af moet bijten op deze laatste afstand in het duel met Falk Larsen. En die Malkov die zal ongetwijfeld willen. Niet omdat hij in het klassement nog heel hoog kan eindigen. Hij staat daar op dit moment op een tiende positie na drie afstanden. Misschien dat daar nog een klein beetje winst in kan zitten. Maar echt niet veel in plaatsen. Maar Malkov wil natuurlijk, zoals hij dat gisteren op de 5000 meter heeft gedaan, aantonen dat zijn wereldprestatie op de 10.000 meter van Alma-Ata geen toevalstreffer is geworden. Hij zal hier willen laten zien wat hij kan. Bovendien zal hij inspiratie kunnen vinden uit het feit dat hij rijdt tegen de man toch altijd nog de wereldkampioen is. De opening voor Falk Larsen in 38.09. En de Rus blijft daar eventjes achter, 38.3. Van
Wout Larsen, mag men aannemen, zal nou niet weer de fout maken die hij maakte op de 5 kilometer gisteren en op de 1500 meter vandaag. Bij de afstanden ging hij veel te snel van start en moest dat later bekopen. 34-7 is de rondetijd. 1-12-7 noteren we na 800 meter voor Wout Larsen. 1-13-0 voor Malkov. Altijd het voordeel van de binnenbocht, kun je iets uitbuiten. Omdat je je tegenstander ziet, neemt iets grotere afstand. En de tussentijd is hier 3-0-0-3 tegen 3-0-0-8. En de rondetijd voor Malkov klimt tot boven de 36 seconden. En ik denk ook dat de omstandigheden voorzichtigheid tot een eis maken, want met deze striemende kou, 11, 12 graden onder nul en dan zo'n venijnige wind in je gezicht, is het heel lastig. 2400 meter en we zien voor het eerst Malkov langs zijn gekomen bij Wout Larsen. 3:36.8 voor beide rijders. En Wout Larsen laat een halve seconde lopen in deze ronde met zijn 36.5. 2 seconden tussen deze twee mannen. En kijk, de handjes moesten even los. De cadans was even verstoord, hij moest het evenwicht hervinden. Het zijn toch allemaal van die kleine dingen die wijzen op niet de echte grote topvorm voor deze Wout Larsen. Kijk eens hoe die Rus nu wegloopt. 36 rond ineens weer. 8:26.8 is de tussentijd. En met 36-7 raakt Wout Larsen weer verder achterop. 8:29.3. En het gat is nu zo groot dat dat echt niet terug te halen is. Je hebt ook net heel mooi kunnen zien de zit van deze jongen. Zo rond de 90 graden. Romp nagenoeg horizontaal. En dan vallen klassen die wat hoger zit, maar wat erger is, de romp daardoor wat hoger optrekt. En vooral tegen de wind in, dan duidelijk meer wind vangt. Hier kun je dat heel mooi zien, hoe hoger vallen klassen rechtop staat, ook met de romp omhoog. En daar Malkov ziet die horizontaal ligt. 9-0-3-6, met een rondje van 36-8 tegen 9-0-6-5, 37-2. Weer 14e kwijt en dat gat wordt echt niet meer gedicht. Kijk. Steeds probeerde Wout Larsen, als die van binnen naar buiten moest, nog even achter Malkov te kruipen om uit de wind te zitten. Maar nu heeft het al geen zin meer, hij is te ver achter geraakt. En ik vrees dat het toch al zo sterk uitgedunde toeschouwersveld in aantal nog kleiner zal worden straks. Want nu ze de laatste Noor ook hier het niet zien maken, zullen de Noorse toeschouwers weinig trek hebben om de kou nog langer te trotseren. 9:40.4 na 6400 meter voor Malkov. 9:43.7 en opnieuw een verlies van 14e seconde voor Wout Larsen. En die Rus is onverstoorbaar. Die rijdt het ene rondje na het andere in een prachtige cadans. Maakt geen fouten. Is af en toe misschien, maar daar zal de wind mee te maken kunnen hebben, wat onregelmatig in zijn rondetijden. Maar gaat echt heel goed door. 10:15.5 en daar is ineens weer een rondetijd van 35:1 seconde. Kijk eens even aan. En dan pakt hij toch 1:14 seconde in één rondje op zijn tegenstander. 10:20.2 voor Wout Larsen, die nu echt wordt geslacht. Zo'n 80 meter is het gat nu. En Malkov komt door op 10:50.7 met een rondje van 35:2 tegen 36:3 ronde, 10:56.5. En dat gat, dat gaat zometeen meer dan 100 meter worden. Dat is het al bijna, maar het wordt zeker meer. Ja, het lijkt wel dat hoe meer afstand er is afgelegd, hoe beter die Rus gaat rijden. Nu ineens twee keer achter elkaar een rondetijd van net boven de 35 seconden noterend. Dat is toch indrukwekkend hoor, wat deze jonge vent doet. 7600 meter en weer 35-6. 11:26.34 voor Malkov.
En weer is er verlies voor Galk Larsen, 11-32. 8, de Noor die er niet meer in gelooft, die zich ook niet meer echt inspant. Want hij weet van zichzelf dat hij volstrekt kansloos is. En dat het hem dus nu helemaal nader dan de rot, geeft dan weer kansen voor zowel Van der Duim als Galei om die posities 1 en 2 in het algemeen klassement vast te houden. 8 kilometer zijn er gepasseerd. 12-0-2-1 voor Malkov en weer een rondetijd van onder de 36. En daar is 36-6 voor Falk Larsen, die nu op 12-0-9-4 doorkomt. En een achterstand van ruim 7 seconden heeft op zijn directe tegenstander. Kan hij dat houden, Leen, die rust? Ja, dat denk ik vast. Het is vooral de zit die hij erg goed heeft, romp nagenoeg horizontaal. En zorgen dat je achterop blijft, wat trouwens wel erg veel kracht kost. Zijn tussentijd 12.38.3. Hij valt nu toch voor de eerste keer werkelijk ook wat terug boven de 36 seconden. Met een ronde van 36.5, 12.45.9 voor Falk Larsen. Dus de eerste, één keer eerder is het gebeurd, was denk ik een vergissing, die 37.7. Daar is hij zo van geschrokken dat hij onmiddellijk daarna 35 rondes reed. Maar het gat wat hij dus nu slaat, dat is werkelijk al 100 meter geworden. Ondanks het hoge bewegingstempo wat Falk Larsen hier probeert eruit te halen. De tijd heeft niet stilgestaan bij het doorkomen van Malkov. Maar 13-22-3 met een rondje van 36-4 is de tussentijd die u ziet van Falk Larsen. Nog 2,5 ronde, derhalve voor Igor Malkov, die afkoerst op de passage van de 9200 meter. En nog altijd in dat onverstoorbare ritme doormaalt. En kijk eens, een rondje van 32,9, dat kan nog niet te mij smaken. Dat moet een foutje van de computer zijn. 13,50,2 is de tussentijd na 9200 meter. En een ronde van 37 seconden precies voor Falk Larsen. Falk Larsen die, misschien mag ik het zo formuleren, een beetje op zijn akkertje aan het rijden is als een soort toerist. Niet echt meer als wedstrijdrijder hier bezig is. In tegenstelling tot Malkov die nog van alles wenst te proberen. 36-1 op 9600 meter, de voorlaatste ronde dus. 14-26-3. 14-26-3 en dan komt hij toch, gezien deze omstandigheden, tot een uitstekende prestatie. En het is maar de vraag in hoeverre mensen daar nog aan zullen komen. Dan hoeven ze er ook niet zo verschrikkelijk goed aan te komen natuurlijk. De plaatsen in het klassement, daar gaat het tenslotte in de klassementswedstrijd om. En Malkov is voor de topposities in het klassement niet echt een bedreiging. Maar kijk eens even aan. Daar zijn we dan. 15.02.23 is de eerste en winnende tijd in de eerste rit van Malkov. En Falk Larsen legt de laatste meetjes rustig af en finisht dan in 15-12-73. En daarmee heeft Malkov toch een tijd neergezet, 15-02-23. Die wat mij betreft alleen een uitstekende tijd te noemen is, afgaande op de omstandigheden. Ik had het er straks gezegd dat er onder de 15 minuten, dacht ik, niet gereden zou worden. De 15-02-33 van zo'n geweldige steer zou daarop kunnen duiden. Alhoewel, 15-02... Gisteren is hij wel eerste geworden. Maar kijk, je ziet dus nu, dat is tekenend in het beeld wat je dus ziet. Falk Larsen die gaat meteen naar de kant, stopt en gaat meteen een praatje maken. Is dus echt niet helemaal uitgeput. Heeft niet alles gegeven wat hij maar kon. Om dus toch nog te proberen een hoge plaats te behalen. En hier ziet u tot nu toe, weliswaar aangegeven met 169,071 punten, Falk Larsen als eerste in het klassement. Malkov met 170,257 als tweede. Maar we mogen rustig aannemen dat Falk Larsen daar echt niet blijft. De rit tussen twee Nederlanders. Op punt van beginnen staat Hilbert van der Duim. Verdediger van de Europese titel die hij vorig jaar in Den Haag won. Tegen Robert Vunderink. Die voor het klassement niet echt van belang is.
daarin wellicht van de 16e plaats die hij inneemt van deze rijders nog wel wat kan klimmen. Door een goede 10 kilometer. Maar Van der Duim weet wat hem te doen staat. Hij mag 11 en 16 honderdste van een seconde verspelen ten opzichte van het schema dat Falk Larsen reed. Om dan nog deze noor voor te blijven en daardoor Europees kampioen te blijven. Tenminste, je mag aannemen dat hij dat dan blijft. Want de enige concurrent die hem dan nog rest is Frits Galei. Van der Duim opent de eerste volle ronde in 37-6. Dat is sneller dan de beide heren in de vorige rit deden. En 39 rond voor Funderink is langzamer dan de beide heren in de vorige rit reden. Die allebei eventjes boven de 38 uitkwamen. Funderink moet zich hier natuurlijk in die zin bewijzen dat voor hem de 10 kilometer van Sarajevo tot de mogelijkheden moet gaan behoren. En dan moet hij hier een goede prestatie neerzetten. Dan moet hij in ieder geval zorgen minimaal één Nederlander voor te blijven en toch ook een uitermate goede klassering in de klassement van die 10 kilometer te realiseren. 1.13.5 om 1.14.4 en 1.13.5, daarmee is Van der Duim al sneller dan Falk Larsen, iets langzamer dan Malkov, dat wel. Maar het gaat, wat Van der Duim betreft, natuurlijk om die Falk Larsen. Maar Hilbert heeft op deze wijze natuurlijk erg veel aan zijn maat. Iedere keer als hij de binnenbocht heeft, dan kan hij zich keurig richten op Funderink. Sprint ook wat aan voor die binnenbocht, komt als eerste binnenbocht door en nu ligt hij opnieuw aan de leiding. Het verschil is erg klein, 3.35.7 voor Hilbert, 3.35.8 voor Robert Funderink. Een ronde van 34.8 was dat voor Hilbert en dan kon je duidelijk aan zien dat het een tussensprintje moest worden. En opnieuw zal Funderink zal dat nu gaan proberen. Ja, het blijkt ook uit het vergelijkende schema van Falk Larsen, waar Van der Duim steeds een klein beetje op achterbleef, maar nu ineens een seconde voorsprong op heeft genomen. En als we dan even gaan kijken naar Malkov, dan zien we dat Van der Duim ook sneller is dan de Rus. Maar het is nog ver. We gaan naar de 2800 meter. 4.11.3 voor Van der Duim en 4.10.8 voor Funderink. En met 4.11.3 is Van der Duim 2 seconden sneller dan Igor Malkov. En Funderink is dus nog een halve seconde meer sneller dan de Rus. Schrikkelijk netjes vindt wat hij Van der Duim laat zien. Van der Duim die eigenlijk helemaal niet meer hoeft, zo nodig. Ze komen nu door in 8.21.7 beide. Kijk eens wat een rondetijden Van der Duim maakt. 35.2 tegen Funderink. Maar dat een Van der Duim 11 seconden mag verliezen op Falk Larsen zou dus kunnen, denk ik, verdedigen mijn titel. Laat Funderink ook maar eens een keer gaan. Maar nee hoor, een paar keer achter elkaar zo'n 40 meter achterstand steeds terugmaken, terughalen en nu zelfs gelijk de bocht uitkomen. Funderink heeft natuurlijk nu het voordeel van die binnenbocht, want daar staat juist de wind. Maar zo goed als die blijft volgen, dat verdient echt alle waardering. 6 kilometer hebben we gehad. 8.57.4 om 8.57.5. Nagenoeg dezelfde tijd dus voor beide rijders. En een voorsprong op het schema van Malkov van maar liefst 6 seconden. En nog eens 3 daarbij als we gaan kijken naar Falk Larsen. Eddy Verheijen, de coach van Jong Oranje, die omdat Henk Boer een griepje had in de afgelopen dagen ook hier naartoe was gekomen, maar niet echt in actie hoefde te zijn, kan dan nu zijn aanwezigheid in ieder geval een beetje verdienstelijk doen zijn, want hij kan nu er 2 Nederlanders tegen elkaar rijden. 1 van beide, en in dit geval is dat Funderink, gaan coachen. 9.33.3 voor beide rijders en nog altijd zijn de rondetijden onder de 36. Ik vind het toch heel netjes wat deze mannen doen. Want ze pakken eigenlijk per ronde toch tienden van een seconde mee in hun voorsprong op Malkov. Een voorsprong die nu is opgelopen tot 7 seconden. En steeds opnieuw hetzelfde beeld. Heb je de binnenbocht, hoef je die, omdat de wind daar dwars op staat, niet zo'n grote buitenbocht tegen de wind in te lopen en dan kun je een gaatje slaan. En steeds zal Van der Duim alles moeten doen om dat gaatje dus weer dicht te maken. Kijk, verschil van 14e seconde levert dat op. 10.094 tegen 10.09 blank. En dat is een voorsprong van 6,5 seconde ten opzichte van Igor Malkov. Nog altijd dus een behoorlijk gat tussen en Funderink en Van der Duim.
ten opzichte van het schema van die Rus, die toch zo'n prima 15-02 noteerde. En als deze twee mannen dat vol kunnen houden, dan zijn ze echt met een hele goede prestatie bezig. 7200 meter inmiddels, 10.45.3 voor Robert Funderink. En de rondetijden lopen nu toch op tot boven de 36 seconden. 10.46.2 voor Van der Duim. Kijk, dat zijn nou de problemen die je eigenlijk niet moet hebben in zo'n toernooi. Problemen bij de kruising waar Van der Duim achterlangs moest gaan. Ze lossen dat redelijk op. Hij is natuurlijk geroutineerd, dus hij schrikt daar niet echt meer van. Maar het zijn toch dingen die ineens een ritme zouden kunnen verstoren natuurlijk. Maar ik denk dat je in het geval van Van der Duim daar niet zo bang voor hoeft te zijn. Funderink op 7600 meter. 11.21.7. En Hilbert laat toch iets lopen nu. 11.23.3. En zijn rondetijd is tot 37.1 gekomen. Daar zal dat akkefietje die kruising waarschijnlijk mede debet aan zijn. Nou, we hebben wel gezien dat vanaf dit moment, zo'n laatste zes ronden, de rondetijden van Malkov constant 35 bleven. Het verschil is natuurlijk nog steeds een dikke 4,5 seconden die Robert Funderink op Malkov goed heeft. Maar hij zal dus toch onder de 36 seconden moeten blijven rijden, wil hij Malkov van de huid houden. En kijk, het zit er wel in de buurt. 36,7 inmiddels weer ook voor Robert van der Duim. 11,57,9 tegen 12 minuten rond. Maar toch beginnen ze nu een beetje ten opzichte van Malkov te verliezen. En ik ben benieuwd of ze dat volhouden. Wind wordt er trouwens wat harder op en iets meer sneeuw. Voorsprong op Malkov loopt inderdaad terug. Het was nog 4,2 seconden voor Funderink bij de laatste passage. Dat was 8 kilometer. En Van der Duim, als we die eventjes naast Valklaarsen neerzetten, heeft toch altijd nog een dikke 9 seconden winst op de Noor. Funderink op 8400 meter dan in 12.33.5 en toch heel keurig weer een rondetijd van 35.6 neerzettend. Daar komt Hilbert niet meer aan toe met zijn 36.7. 12.36.7 is zijn tussentijd. En Funderink heeft nu toch weer 4,18 seconden voorsprong genomen op Malkov. En het ziet er naar uit, omdat hij nog steeds goed rijdt, nog steeds geen problemen, althans onwaarschijnlijk ondervindt. Tegenstelling tot Van der Duim, die nu echt in de moeilijkheden dreigt te geraken. Het ziet er dus naar uit dat die Funderink tot een betere prestatie in staat geacht mag worden dan Malkov. 35-6, prima. 13-0-9-1. En Hilbert verliest een dikke seconde in deze ronde. Komt door in 13.13.5. Maar verontrustend is het natuurlijk zeker niet voor Van der Duim, want de voorsprong ten opzichte van Valk Larsen is nog altijd 9 seconden. Niets aan de hand. 13.50.2 was de tussentijd die Malkov had met nog twee ronden te rijden. Funderink zal daar zeker onder blijven, maar het is waarschijnlijk interessant om eens te kijken hoe of zometeen Hilbert van der Duim dat doet. 13.50.2 en kijk eens waar die zit. Op 13.51 zit 18e seconde zit die achter de tijd van Malkov op dit moment. Hilbert van der Duim en Robert Funderink mogen nu rustig gaan aannemen. Die zal Malkov gaan kloppen op deze 10 kilometer. En Hilbert die haalt dat net niet. Voor Hilbert is het ook absoluut niet nodig om die tijd van die rust te verbeteren natuurlijk. Hij moet gewoon zorgen dat hij deze 10 kilometer tot een goed einde brengt voor het klassement. Laatste ronde gaat in voor Robert Funderink. 14.21.19. En dan is hij ruim 5 seconden sneller dan Malkov. En kan hem dus niks meer gebeuren in dat opzicht. Hij gaat hier de tot nu toe snelste tijd op de 10 kilometer realiseren. Dat lijkt wel zeker. Robert Funderink die hiermee dan toch zijn klasse bewijst op die langere afstanden. En ook zijn niet meer terug te nemen visitekaartje voor Sarajevo afgeeft. Naar mijn smaak. De laatste meters voor de man uit Zwolle en prachtige eindtijd 14.56.22. Onder deze omstandigheden echt een toptijd, dat mag je rustig zo stellen. En Hilbert van der Duim finisht in 5.05 en een beetje denk ik, want de klok liep door. In ieder geval was hij langzamer dan Malkov, maar royaal sneller dan Falk Larsen. Met andere woorden, de eerste plaats in het klassement voor Van der Duim. Althans ten opzichte van de Noor is geen één moment in gevaar geweest tijdens deze 10 kilometer.
En het wachten is nu op het presteren van Frits Schalei, die in de volgende rit aan zal treden tegen Tertiniti Ledevin. Frits Schalei, die een achterstand op Van der Duim heeft van ruim 11 seconden ook. En dan weten we hoe het erbij staat. Kijk eens hoe moe Van der Duim is. Echt kapot. Funderink oogt nog fris. 67 honderdste van een seconde bijtellen. 15.05.65 is de eindtijd voor Hilde van der Duim. Een tijd waarmee hij op het voorlopige tussenklassement van de 10 kilometer op de derde plaats staat. De snelste man is Robert Funderink geweest. Dan volgt Igor Malkov, dan Van der Duim. En een heel stuk daarachter Falk Larsen. Frits Schalei gestart voor zijn 10.000 meter en zijn tegenstander is Tertiniti Lee uit Finland. Schalei die in het klassement na 3 afstanden op een tweede plaats staat, nogmaals gezegd 11 en 1600 seconden achter Hilbert van der Duim. En Niti Lee staat 7 in het klassement op een achterstand van ruim 29 seconden. En dat is dus iets om maar te vergeten op dit moment. Daar zal die Finn geen eer meer kunnen behalen. Maar hij heeft al genoeg eer behaald en hij zal best in het klassement op een goede positie eindigen, dat zeker. De heren leggen de eerste volle ronde af in 39 rond en 39-1. En dat is dezelfde opening die Robert Funderink noteerde. Het is natuurlijk erg belangrijk voor Frits Schalei dat hij weet dat hij, je kunt wel zeggen, gelijk staat met Falk Larsen. Dan mag hij zich slechts 3400 seconden op te verliezen. We mogen ook rustig aannemen dat Boer in ieder geval zal gaan proberen om hem dat schema van Falk Larsen aan te geven. Zodat als het even kan, hij in het klassement hem nog net voor blijft. 800 meter. 1.14.58 met een rondje van 35,5 tegen 1.15.78 en dat is meteen een geweldige dreun die Frits nu uitdeelt aan Niti Willy. En Frits die heeft hiermee een tijd gerealiseerd die dezelfde is op het tiende van een seconde na dan Robert Funderink in de vorige rit deed. Een tijd die een beetje achterblijft in deze fase bij de tijd van Falk Larsen. Maar u weet hoe weinig dat op dit moment zegt. Hij mag aan Falk Larsen 0,3 van een seconde verspelen, zoals u weet, om tweede in het klassement te blijven. Wat onregelmatige tijden en juist vreemd dat hij zo'n slechte tijd als rondetijd reed terwijl hij de binnenbocht had. Hier komt hij door op 9.03.0, nog steeds een halve seconde voor op Malkov, maar toch weer een rondetijd van 36.9. Nieuw delay die ik... Ziet u, heeft 9.12.7 en is nu constant in de 37 rondes aan het rijden. Ja, die ronde van 35 en laag in de 36, die worden toch moeilijk haalbaar zo te zien voor Schalei. Ik ben benieuwd wat er in de resterende ronden nog gaat gebeuren met de man uit Weest. 6400 meter inmiddels en de rondetijd kijk loopt op naar 37 seconden. 9.40.0. Dan is hij nog 0,4 van een seconde sneller dan Malkov, dat wel. Maar. Malkov die in deze fase echt in de 35 bleef rijden. En als Frits nu naar de 37 is gegaan, dan zou dat betekenen dat je natuurlijk per ronde een seconde of misschien meer gaat verliezen. Nogmaals, ten opzichte van Malkov is dat niet zo erg. Maar dan komt ook weer Falk Larsen om de hoek kijken. 6800 meter, rondetijd 37-1. En per ronde wordt de rondetijd trager. 10-17-1 is de tussentijd. En daarmee is hij nu in één keer, ik heb u dat eigenlijk al aangegeven, anderhalve seconde langzamer geworden dan Malkov. En zullen wij ons weer gaan richten op de tussentijden van Falk Larsen. Waar Frits op dit moment nog wel 3 seconden onder rijdt. En Falk Larsen ging ook niet zo verschrikkelijk hard in dat laatste deel, u weet dat. Maar Frits krijgt er ook problemen mee. 7200 en hij komt terug. 36,5 over deze ronde, dat is toch weer beter. 10.53.6. Het is natuurlijk altijd mogelijk, Leen, dat je met een, ja, een tijdelijke inzinking te maken krijgt waar je weer overheen groeit. Hè? De meesten hebben dat wel, maar hoe lang duurt het? Hè?
En natuurlijk, als je dus nog 4 rondjes te gaan hebt, dan zeg je, kom, het is nog maar 4 rondjes, even bijten. En als je nog 10 ronden te gaan hebt, dan is dat natuurlijk voor je gevoel al zover, dat je dan wel eens de moed opgeeft. Maar vooral in zo'n geval als nu, en dat zal de coach heus wel in de gaten houden, is natuurlijk de passing van Falk Larsen heel erg belangrijk. Die had 11.32.8, Frits zelf heeft 11.30.8, dus heeft nog maar 2 seconden voorsprong op de tijd van Falk Larsen. En dat is natuurlijk belangrijk, want daar kan hij eigenlijk helemaal geen verlies tegen hebben, of hij komt toch niet aan een tweede plaats in het algemeen klassement. Dat zou hem graag gegund zijn. Ja, en ik ga er eigenlijk vanuit dat Frits daar zelf ook op gerekend heeft dat hij die tweede plaats zou kunnen vasthouden. Ja, je moet het dan altijd maar waarmaken op het ijs in die wedstrijd natuurlijk. We gaan naar de 8000 meter waar Falk Larsen 2.012.094 noteerde. En hier is Frits in 12.08 rond. En dan loopt dat verschil toch in het nadeel van Frits. Want hij heeft nu nog een voorsprong van 1/14 seconde ten opzichte van Falk Larsen. Dat mag dan nog wel, maar als je per ronde gaat verliezen, dan is het rap gedaan natuurlijk. Want hij mag 0,3 seconden verspelen aan de Noor, maar ook niet meer dan dat. En het gaat niet zo heel erg fijn meer. Je kunt dat ook zien, dat wat schokkerig wordt. En dat gaat natuurlijk dan toch meer kracht kosten. 12.45.9 was het en het is nu 12.45.4, dus nog maar een halve seconde voorsprong op Falk Larsen. En Nitilé, de dappere man uit Finland, blijft onverminderd in zijn eigen tempo de 10.000 meter afleggen. Trekt zich helemaal niets aan van wat er voor hem zich afspeelt ten aanzien van Schalei. Is rustig bezig met zijn eigen race en dat is ook maar het beste wat je kunt doen op deze afstand. 8800 meter nadert voor Frits Galei. Falk Larsen hier 13.22.3 en kijk, daar gaat Frits 13.23.0, 37.6 in de rondetijd en hij ligt nu achter op het schema van Falk Larsen, 17e van een seconde en dat is te veel. Dat is absoluut te veel, daarmee kan hij die tweede plaats niet vasthouden. Henk Boer die hem daar nog allerlei aanmoedigingen ongetwijfeld toeroept. Maar Frits moet nu vechten. Vechten tegen zichzelf, tegen de tijd, tegen de omstandigheden en tegen Falk Larsen. Daar komt het in feite op neer. Falk Larsen die op de volgende passage, 9200 meter, 13.59 en 2/10 noteerde. En ja hoor, het is Frits met 14.007 die daar anderhalve seconde achter zit. En nu zou je toch moeten kunnen zeggen, Frits je hebt nog 2 ronden te gaan, kom. Nu alles, want je weet wat op het spel staat, het is brons of het is zilver. Hij weet dat ook, want kijk, zo'n hele stuk tegen de wind in. En nu deze binnenbocht, houdt hij de hand erbij los. Hij is gewoon aan zijn laatste 800 metertje bezig. Doet alles wat hij kan om nog te zorgen dat hij dat verschil van anderhalve seconde goed maakt. 14.36.1 was de tussentijd, dat haalt hij toch weer niet. Maar hoe zit de laatste ronde eruit? Toen liet Falk Larsen de kop hangen. Kijk, 14.37.6, anderhalve seconde, een ronde van 36.9. En rijdt hij nu de laatste anderhalve seconde, of die laatste ronde, die anderhalve seconde nog weg? Ja, dat is de grote vraag. Frits zal moeten rijden een tijd van 15.13.06 om Falk Larsen in het klassement voor te blijven. 15.13.06, hou dat even vast. Als hij dat realiseert is het in orde, dan werd hij tweede in het eindklassement. En als hij dat niet haalt, dan zakt hij naar de derde plaats. Laatste meters voor Frits Galei en daar is de eindtijd 15.13.58. Hij heeft het net niet gehaald. En dat betekent dat Falk Larsen dan toch nog het zilver pakt op dit Europees kampioenschap. En dat Galei zich tevreden moet stellen met brons. Het is niettemin meer dan hij ooit gepresteerd heeft. Dus in dat opzicht is het prima. Maar het is sneu als je in zo'n laatste fase, terwijl het er toch allemaal zo goed voor je uitzag, als je in zo'n laatste fase die zilveren plak dan nog moet afstaan aan een tegenstander als Falk Larsen. Ook Schalei, zoals Van der Duim dat eerder was, is helemaal leeggereden. 15.29.93 inmiddels voor Nitilé, moeten we ook even noteren natuurlijk. En de Nooren zien het ineens weer zitten. Een spandoek van Heia Falk komt omhoog. Want dan, terwijl we even kijken naar Björk Eva Jensen, de Noorse damesschaatster van Allure, die hier woonachtig is in Larvik en natuurlijk zich onder de toeschouwers heeft begeven,
kunnen we het algemeen klassement gaan opmaken na deze rit. Van der Duim is dus, kunnen we nu met zekerheid vaststellen, Europees kampioen gebleven. Met een voorsprong van bijna een vol punt op Valk Larsen die het zilver pakt en Frits Galei die voorlopig op de derde plaats staat. En we zullen maar ervan uitgaan dat er niet nog meer teleurstellende dingen gaan gebeuren. Want de man die daarvoor zou moeten zorgen dan is bijvoorbeeld Tibor Kopacz. Die in het klassement ook niet zo vreselijk veel achter Schalei staat. Om precies te zijn 6 en 12 honderdste van een seconde. En die Kopacz die heeft laten zien dat hij echt wel tot goede prestaties in staat is. En kijk eens hoe monter hij daar bezig is. Vingertje omhoog en lachen tegen de mensen van de organisatie. Deze Kopacz die moet dus misschien nog wel, wie zal het zeggen, in staat worden geacht om te voorkomen dat Schalei zelfs die bronzen plak mag houden. Laten we hopen dat dat niet gebeurt. We zullen het zo weten, want Kopacz gaat nu rijden tegen een man die op de langere afstanden het ook wel kan. En dat is Werner Jäger. Gestart inmiddels dan de Oostenrijker Jäger en Tibor Kopacz uit Roemenië. De man die we dus in de gaten moeten houden als het gaat om het schema en de eindtijd met name van Frits Schalei. Kopacz op de vierde plaats in het klassement na drie afstanden. En Jäger daarin terug te vinden op een elfde positie. Maar Jäger toch weer aanduidend dat ook in Oostenrijk er het een en ander aan de hand is met het schaatsen. Jäger, lang alleen in het eindklassement voorgekomen, vorig jaar bijvoorbeeld. Maar nu in gezelschap van een man als Michael Hatschief. De opening voor Kopacz, 39-7. Schalei had een opening van 39 rond. De eerste winst is dus daar. Maar wat zegt de eerste winst? Het gaat om het laatste stuk. En daar, u heeft dat gezien en kijk eens wat hier allemaal gebeurt. Kopacz die zich helemaal in de slipstream van Jäger bevond. En daar maar met moeite uit kon komen. ...35-8 noteert Kopacz over deze ronde. En dat resulteert in een tussentijd van 3-41-4. En dat is inderdaad nog altijd een dikke 4 seconden langzamer dan Frits Galei. Inmiddels wordt aan de overkant buiten uw beeld druk gedelibereerd tussen de wedstrijdleiders. In verband met het probleem wat u daarnet heeft gezien tussen Kopacz en Jäger. Maar de leiders gaan maar door. 36-7 om 37-3. Dat is dan toch weer een langzame ronde. 6-42 was de tussentijd voor Kopacz. 6-42 ruim. En dan is een achterstand op Schalei iets minder dan 6 seconden op dit moment. En het is maar de vraag in hoeverre Kopacz wel kan wat Schalei niet kon. Namelijk in het laatste deel van die 10.000 meter nog redelijk doorgaan. Even aan die neus voelen die natuurlijk erg koud is geworden inmiddels. En dan 7-19-0 noterend na 1848 meter. Pardon. En dat is een verschil ten opzichte van Schalei van inderdaad iets minder dan 6 seconden. Als hij moet sneller zijn dan Schalei, 6 seconden ruim, om hem in het klassement nog te passeren. Dus daar is voorlopig nog niet echt sprake van. Maar hij doet het wel goed, Kopacz. En voorlopig zullen we toch met meer dan middelmatige belangstelling deze Roemeen moeten volgen. 36-2. En de rondetijd resulteert dan in een tussentijd van 9-43-4. En dan is hij 3/14 seconden nog langzamer dan Schalei. Hij komt dus steeds meer in de buurt. Het zou dus betekenen dat hij globaal per ronde nu zo'n 1,5 seconde sneller moet gaan rijden dan Schalei om hem het klassement te pakken. Dat lijkt me eerlijk gezegd onwaarschijnlijk. 10-17-1 was de tussentijd van Frits Schalei. 10-19-3, kijk eens, met 35-9. Het verschil is nog maar 2/2 seconden. En omdat hij 6 seconden ruim sneller moet zijn dan Schalei, heeft hij dus in feite een achterstand van 8 seconden nog goed te maken.
in de resterende ritten, resterende ronden. 12.08 was de tussentijd die Frits Galei hier had. En we zullen eens kijken wat Kopacz daarvoor maakt. En kijk eens aan, 12.05 met een rondetijd van 35.5 opnieuw, even uit balans. En dat betekent dat hij inmiddels 2/10 voorsprong heeft. En dan telt het hard aan als je dus 36.7, 36.8 gaat rijden ten opzichte van 35.4, 35.5. En de coach heeft het in de gaten, dat is al gesignaleerd. De eindtijd van Schalei, 15.13.58. Dan moeten we dus 6/12 van de seconde aftrekken. Dan komen we uit op 15.07.46. Met andere woorden, dat is de tijd die Kopacz moet rijden om Schalei buiten de medailles te houden. Ik ben benieuwd. 12.45.4 hier voor Schalei. 12.42.3 voor Kopacz. En daarmee is hij dan al 3/1 seconde sneller dan Schalei. Ja, het gaat nu echt hard. En hij mag nog drie rondjes rijden. Met andere woorden, onmogelijk is het niet. Maar wanneer komt die Roemeen dan die man met de hamer tegen, die al die andere rijders ook hebben gezien op de baan? En kijkend naar Jäger, de Oostenrijker, kunnen we constateren dat hij ook weer dichterbij komt. En die zal misschien dan zelf ook die Kopacz nog op kunnen gaan jutten. 13.23 rond voor Schalei. En kijk eens, 13.19.3 voor Kopacz. En dat is dus 3/17 seconden sneller. Dat betekent dat de voorsprong die Kopacz op Schalei heeft in deze ronde ongeveer hetzelfde is gebleven. En als hij hem echt wil pakken in het klassement, moet hij per seconde natuurlijk, per ronde natuurlijk, winst gaan boeken. Anders redt hij het niet. We weten natuurlijk dat Frits Galei de laatste twee ronden toch goed heeft gereden. He, met name die laatste ronde, 35-9. Dat gaf wat, maar kijk die Jäger eens even komen. Die is werkelijk aan het opdrijven op dit moment. En het gat is op maar 20 meter. 13.56.81 Kopacz. 13.58.1. En dit is de eerste keer weer dat Jäger voorlangs gaat op de kruising. En zomaar een redelijk eind. Kijk eens aan. Nou, dit wordt nog heel spannend, want deze Jäger, door dat sterke terugkomen, kan er natuurlijk voor zorgen dat Kopacz opgejut wordt. En dat lijkt ook te gaan gebeuren, want kijk maar eens even naar hoe die mannen hier, alsof ze net begonnen zijn aan die 10 kilometer over het ijs vliegen. 35-4 voor die Jäger. En de tussentijd van Kopacz 14.33.6. Dat is niet genoeg, want dat is 4 seconden sneller dan Schalei. En dat betekent dat hij in die laatste ronde een dikke 2 seconden nog sneller zou moeten zijn dan Schalei was om hem in het klassement te pakken. Maar hij komt er wel heel dichtbij. Met andere woorden, respect en pet af voor de Roemeen. En dat geldt zeker ook voor Jäger, die dan voor het klassement misschien dan wel minder interessant is. Maar wel hier de rit van de Roemeen in de laatste fase gewoon nog gaat winnen. En op een hele acceptabele eindtijd afvoert. Kijk eens, daar is Jäger, 15.08.26. En Kopacz in 15.10.73 heeft het goed gedaan, maar heeft dan in ieder geval niet de tijd gemaakt die hij had moeten maken om Frits Galei van de derde plaats in het klassement te verdringen. Met andere woorden, het goud is voor Van der Duim, het zilver is voor Falk Larsen en het brons kunnen we nu definitief toebedelen aan Frits Galei. En kijk, dat is een hele snelle opening, want hoe snel? De snelste van allemaal. En dat is denk ik voor Bobrov niet zo verstandig, want je moet een beetje voorzichtig met je krachten omspringen onder deze belabberde omstandigheden. Bobrov, die een persoonlijk record heeft gereden, ook weer in Alma-Ata een paar weken geleden, van 14.05.91. En Erich is een man die daar niet aankomt. Hoewel hij voorlopig gelijke tred houdt met de Rus in 1.12.4 en 1.12.5. Dat zijn nog altijd de snelste tussentijden tot nu toe. Merkwaardig genoeg dus, een snelle opening. Dat zou te maken kunnen hebben natuurlijk met het feit dat de baan geschoond is daarnet. Maar nogmaals, 10 kilometer is lang en je moet dat heel voorzichtig gaan opbouwen. Gaan naar de 2800 meter. Met Erich nog steeds in het voordeel ten opzichte van Bobrov. 4.12.0 om 4.13.2. En de rondetijden 35.9 en 36.2. En met 4.12.0 is al een behoorlijk gat geslagen ten opzichte van Funderink. Erich verliest ziender ogen. Maar
het was ook wel te voorspellen. Gezien de tijden die er gisteren werden gemaakt, deze jongens op de 5 kilometer. 7.19, 7.21 zijn er dus geen tijden waarvan je kunt zeggen, jongens, dat zijn ze nou. En dat zijn nou de uitgangspunten om ook de goede 10 kilometer te rijden. 4.47.8 tegen 4.49.0. Beiden een rondetijd van 35.8. Is gezien de omstandigheden toch zeker goed te noemen. Het gaat ook vrij goed. Maar ze zullen dus goed in de 10 kilometer gaan eindigen, neem ik aan. Maar toch niet helemaal vooraan. 14.56 lijkt me echt onmogelijk voor beiden. Het gaat goed met Erich, absoluut goed. Rondjes van 36 precies, dat is heel netjes. 7.48.4. De tussentijd. Het gat ten opzichte van zijn tegenstander Bobro wordt al groter. 7.55.6, want de Rus noteert een rondetijd van 37.7. En dat is echt te veel, wil je blijven meedoen. 8.31.4, dat was de tussentijd die Kopacz had. En daar zal hij dus zo'n slordige 6 seconden onder moeten zitten, wil hij in het klassement Kopacz voorbij gaan. Dan komt hij erg dichtbij in de buurt, kunnen we rustig stellen. Kijk maar, 6.24.4 met een rondetijd van 36, dat is erg goed. En het gat met Bogov is inmiddels gegroeid tot zo'n 9 seconden, 6.33.28. Of 8.33.28. En Erie was daarmee dus exact 7 seconden sneller dan Kopacz. Hetgeen ruimschoots voldoende zou zijn om de vierde plaats in het klassement te pakken. Opvallend wat deze Erich presteert wat mij betreft. Twee seizoenen is hij niet in het deelnemersveld geweest. Geplaagd door blessures, door ziektes. Hij komt nu weer na die twee verloren seizoenen terug. En doet dat op een uitstekende wijze. 9.005. En daarmee is hij inderdaad zo'n 7 seconden sneller dan Tibor Kopacz uit Roemenië. Het is natuurlijk voor de totale schaatsenrijderij wel verheugend dat de eerste plaatsen niet zoals een aantal jaren geleden door 3 Russen en 3 Nooren, 3 Nederlanders werden ingevuld, maar dat je dus nu zo'n 6 à 7 nationaliteiten bij de eerste 10 zit. Misschien wel 8 nationaliteiten. 9.36.18 is de tussentijd. En dat is nog steeds net boven de 7 seconden beter dan Kopacz. Bobrov zit stuk. 9.49.7. Bijsterend, 18-7, geeft het scherm aan. Nou, dat zullen we maar niet al te serieus nemen. We gaan ons richten op de tussentijden, die dan vooralsnog wel in orde zijn. Kopacz 12-0-5-7 op deze passage. En hier is Erich in 12-0-1-4. Dat betekent een achterstand, of een voorsprong moet ik zeggen, van 4 3/10 seconden. Ten opzichte van Kopacz, dat is dus al te weinig, want het moet 5.82 zijn, heb ik u gemeld. En Erich is dus aan het wegzakken ten opzichte van de Roemeen. Gaten wat er aan het gebeuren is, en terecht zou ik zo bijna zeggen. Maar die weet precies hoe of de situatie zich afspeelt. En u kunt het ook zien aan de aanwijzingen die die jongen geeft, hoe of het erbij staat. 13.50.43 met een rondje van 36.4. En dat is weer genoeg, want nu is de voorsprong ineens weer gegroeid tot 6 4/10 seconden. En dat is dus inderdaad genoeg voor Erich om vierde te kunnen worden. En daar ziet u die coach met zijn aanwijzingen. Nou ja, als Erich inderdaad vierde in het eindklassement zou worden, dan is dat een uitstekende prestatie. En zo geeft een onwaarschijnlijk niet zo erg interessante 10 kilometer dan toch wel weer een beetje kleur. Door dit soort prestaties van mensen waar je het van tevoren niet van mocht verwachten. 4, 14, 26, 8. En het verschil is dan inderdaad royaal ten opzichte van Kopacz. En we moeten ons maar gaan opmaken voor een Erich die naar de vierde plaats in het klassement rijdt. Om dat te realiseren zal hij minimaal 15, 24, 10 als eindtijd moeten noteren. En dat gaat hij zeker doen. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Ik vergelijk nu even met de verkeerde tijd.
15:10 was de eindstand voor Kopacz en 15:03:83 voor Erich. Dat is wel genoeg. Het is een uitstekende eindtijd van deze Oost-Duitser, die daarmee inderdaad de Roemeen net uit het klassement rijdt als het om de vierde positie gaat. Dus de positie meteen achter de medailles, die inmiddels al zijn gegeven aan respectievelijk Van der Duim, Falk Larsen en Schalijn. Finish dan tenslotte van André Bobrov. Een teleurstellende finish in 15:27:70. En dat hadden we toch wat beter ingeschat vooraf. Tegenstander is de teleurstelling, is een van de teleurstellingen van dit Europees kampioenschap, Thomas Gustafsson. 2 jaar geleden nog de onbetwiste kampioen van Europa. Maar dit weekende er toch niet echt aan te pas gekomen. Uiterst matige prestaties op alle afstanden. Korotkov heeft een persoonlijk record van 14:17 staan. En Gustafsson van 14:23. Met andere woorden, de heren ontlopen elkaar theoretisch niet zo gek veel. Maar de vorige dag zal doorslaggevend moeten zijn. Korotkov opent in 37:02 tegen 38 rond voor Gustafsson. 37:02 is overigens een snelle opening. Het is op dit moment nog steeds gelijk aan de tijd van Malkov, die een tweede plaats tot nu toe voor zich heeft opgeëist. Het gaat goed. Het is natuurlijk niet zo goed gegaan dit jaar met Gustafsson, althans in dit toernooi niet. Gustafsson die en op de 5000 en op de 1500 meter het rijmzoren kreeg van Helden. Overigens alle lof voor Hans. Mag zijn 2:59:0 tegen 2:59:1. Betekent nog steeds een slordige seconde voor Malkov. En de temperatuur is inmiddels gedaald hier in Larvik tot 12 graden onder nul. Bij een Europees kampioenschap dat voor het thuisrijdende land zo desastreus is verlopen. Afgezien van die zilveren plak van Falk Larsen. 1 door in het eindklassement. Zelfde nog nooit vertoond bij een Europees kampioenschap. Korotkov nog licht aan de leiding en kijkt even naar die rondetijden. 35-1 om 35-4 mag gezien worden. 3:34:1 om 3:34:5 op de 2400 meter. Ik moet zeggen, er is een herboren Gustafsson op het ijs gekomen. Als van ouds vliegt hij nog eens een keer hard naar voren. De verschillen waren helemaal niet zo groot in het totaalklassement. En hij staat na 3 afstanden weliswaar op een 12e plaats. Maar de verschillen, als je 20 seconden goed maakt, schiet je zomaar 5-6 plaatsen naar voren. 6:30:4 inmiddels en opnieuw met een ronde van 35:02 tegen 6:31:6. En de Rus gaat problemen krijgen om te volgen, want die begint boven de 36 te rijden. En Gustafsson is 3:17 seconden sneller op die 4400 meter dan Rob Vuttering was. Mag je hier een klein beetje het bewijs van de stelling uithalen, Leen, die gisteren nogal wat voorzichtig werd uitgesproken, dat Gustafsson op dit toernooi eigenlijk een klein beetje aan het spelen is, niet echt serieus neemt, omdat hij later in dit seizoen allerlei dingen van plan is? Nou, we zullen eerst even de tussentijd geven. Dat is 7:06 blank voor Gustafsson tegen 7:07:15 van Korotkov. Dat is ten opzichte van Vundering is dat altijd al zo'n kleine 4 seconden sneller. Ik weet het niet helemaal zeker. Gisteren heb ik een kort gesprek gehad met Kees Verkerk en met hem. En toen vertelde hij dat hij dus grote problemen had gehad met zijn schaatsen. Die wilde helemaal niet in de bocht lopen. Als de ronding niet goed is, dan wil die rondmaat niet draaien. Dat kost verschrikkelijk veel kracht. En daar hebben ze gisteravond alles aan gedaan om daar dat mankement te verhelpen. Dat lukte vanmorgen op de 1500 meter niet, maar het loopt nu toch duidelijk beter. 7:41:8 tegen 7:43:0. Dat is bijna 4 seconden nu. De voorsprong van Gustafsson ten opzichte van Vundering. 3:18 om precies te zijn. En ja, het ziet er inderdaad goed uit hoor, wat die Gustafsson doet. Hij is weer de man zoals we hem hebben gekend, de vechtjas. De man die altijd wil winnen, zeker op die langere afstanden waar hij wereldrecordhouder was. Vraag je misschien af in hoeverre dit nog kwaad kan voor het algemeen klassement. Nou, dat kan het niet. 12e en 13e stonden Korotkov in de seizoen na 3 afstanden met een achterstand op. De man die daar toen de leiding had van het duim van meer dan 50 seconden omgerekend op deze 10 kilometer. En dat is dus geen enkele bedreiging. Maar het is bijzonder interessant wat deze man hier aan het doen zijn.
Gustafsson 10.40.6 en een rondetijd die nog altijd onder de 36 ligt, na 7200 meter. En het verschil ten opzichte van Vunderink van 4.17 seconde. De voorsprong loopt dus bepaald niet meer op. Sterker nog, loopt iets terug. Maar Korotkov is ook nog steeds iets voor op Vunderink. Dat zou natuurlijk voor Vunderink een teleurstelling zijn. Die is de kleedkamer ingegaan en gedacht van jongens, nou dat heb ik gefixt. En dan komen de 62 paren. En die gaan als het een beetje tegen zit, voor hem althans, toch nog onder je door. Vundering had 11.21.7. 11.16.8, dat betekent 5 seconden. En 11.19.2 betekent ook altijd nog een 2,5 seconde voor Korotkov. Hoe het zij, Vundering heeft in ieder geval aangetoond een voortreffelijk steer te zijn. En heeft, ik denk dat we die veronderstelling best mogen maken, een Olympische kwalificatie afgedwongen door zijn prestatie op de 10 kilometer hier. Hij zal zonder twijfel hoger dan 10 kilometer klassement eindigen. En dat was de voorwaarde immers. We gaan naar de 8 kilometer. Gustafsson 11.53 rond. En 11.55,5 voor Korotkov. En we weten dat Vundering hier 11.57,9 had. Met andere woorden, het verschil van Gustafsson ten opzichte van Vundering is weer wat aan het groeien. 4/19 seconde, zeg maar 5 seconden dus. De prestatie die Gustafsson hier aan het neerzetten is, lokt ook het nodige enthousiasme uit bij onze Zweedse collega, die met stemverheffing het Zweedse volk inlicht over wat hier gaande is. 13.40.6 en de rondetijd loopt een klein beetje op, boven de 36 nu. En het is inderdaad ook wat minder groot ten opzichte van Vunderink, die 13.45.1 noteerde. En Korotkov had 13.45.3, dus Korotkov is nu voor de eerste keer is die net achter Vunderink gebleven. Vunderink die sloot zijn race goed af, kwam op 14.21.1, kwam die dus door. En ik ben benieuwd of Korotkov het haalt. Over Gustafsson hoeven daar niet meer te twijfelen. Kijk, 14.16.27, daar is Korotkov. 14.22.5, die is dus nu, kijk eens aan, met een ronde van 37.2 geslagen door Vundering. Maar Gustafsson, die nu keihard doorgaat, kijk eens even wat hij dus nu op zijn laatste 200 meter toch laat zien. Is toch werkelijk schitterend wat hij heeft laten zien op deze 10 kilometer. Dit is dus, mag je een beetje veronderstellen, toch wel met nog twee ritten voor de boeg, de winnaar van de 10.000 meter, Thomas Gustafsson. Hij bewijst zich hier, hij heeft hiermee aangetoond, ik ben er wel degelijk, ik kom eraan, in Sarajevo zullen jullie allemaal rekening met mij moeten houden. Kijk eens naar die eindtijd en naar die slotronde van 34.6, 14.50.81, een voortreffelijke prestatie van Thomas Gustafsson. En ook onder de 15 minuten gebleven Konstantin Korotkov, 14.59.12. Weliswaar achter Robert Vundering, maar voorlopig is het klassement van de 10.000 meter drastisch gewijzigd. Gustafsson 1, Vundering 2, Korotkov 3. In het voordeel van Van Helden dus, zo'n 6 seconden bijna. En ik ben echt verschrikkelijk benieuwd wat Van Helden op deze 10 kilometer nog zal kunnen hier. We hoeven daar niet te geringschattend over te doen, zeker niet. Hij heeft 3 weken geleden in Insel zijn persoonlijk record op deze afstand teruggebracht tot 14.54. En dat na zo'n lange carrière dan nog een persoonlijk record rijden. En ik heb het al aangestipt eerder deze middag. Meteen daarna aangetoond dat het geen uitschieter was. Want tijdens de Franse kampioenschappen op de zeker veel minder snelle baan dan Insel, de baan van Grenoble namelijk, noteerde Van Helden 14.55. En kijk eens even hoe hij in dat eerste rondje een gat heeft geslagen omzitten van Yves Kramer. Dan moet de man uit Heerenveen zich toch behoorlijk rond van geschrokken zijn. 38-4 om 39-5. En het is een lust voor het oog om deze jongen te zien rijden. Vooral in zo'n bocht zittend is dat prachtig. Achterop zittend, helemaal naar het ijs hangend. Toch die schouder niet terugtrekken, maar goed op de plaats houden. Is dat werkelijk schitterend wat hij laat zien. Kramer denk ik nu zijn ritme wat te pakken. In het begin was dat wat ongelukkig, maar hij zit dus nu zo net onder de 36. En als hij dat maar houdt,
heb wel eens, Hans, die zei dat gisteren nog tegen mij, zegt, jij brult altijd, als je maar niet boven de 36 komt, hoe langer je dat valhoudt, hoe beter of het is. Nou, dat geldt in dit geval, geldt dat heel duidelijk voor Kramer. 35-7 voor Van Helden, 3-35-9, 35-2 voor Kramer, kijk eens aan, 3-38-4 en dan komt hij weer terug. 3-38-4 vergeleken met Schalei is een achterstand die inderdaad kleiner is geworden, 1-2 tiende van een seconde. En wat Van Helden zijn tussentijd betreft, die ligt nu anderhalve seconde achter de tijd van Thomas Gustafsson. Maar eigenlijk is dat denk ik ook niet echt een eerlijke vergelijking. Maar het is toch verbazend dat zo'n Van Helden zo ver bij Kramer weg weet te rijden, hè? Een generatie schaatsenverschil. 4-11-59, weer 35-6 tegen 35-9 van Kramer, 4-14-39. En die 4-14-39 tegen 1-16 seconde langzamer voor Kramer dan voor Frits Galei in deze fase. En ik denk als Kramer Schalei wil kloppen dat hij dat ook een beetje nadrukkelijk moet doen met een behoorlijk verschil. Want anders is de indruk die hij daarmee vestigt waarschijnlijk nog te maar. We gaan naar de 3200 meter met Hans van Helden in 4.47.7. En nu, coach Vrommer, is hij toch boven de 36 seconden terechtgekomen. 4.50.7 voor Kramer. Ja, en dat is dus verboden. Ik neem ook aan dat hij zo meteen daarop terugkomt. Wordt door zijn echtgenoot, die hier links in het beeld staan, ziet hij hem in ieder geval aangeven dat hij boven zijn schema zat, want de vingers waren omhoog. Ten opzichte van Schalei bijvoorbeeld in één keer weer opgelopen na 3 seconden. Met andere woorden, Kramer is hier toch een uiterst onregelmatige race aan het rijden. Dat zijn we van de mannen helemaal niet gewend, want we hebben nog heel vaak prima 10 kilometer prestaties van Kramer gezien. Kramer die vorig seizoen zonder enige twijfel de beste Nederlandse allrounder was, met een tweede plaats op het EK en een vierde op het WK, maar die nu toch problemen heeft, duidelijk. Van Helden 7.49.3 na 5200 meter. En dat is altijd nog redelijk in balans ten opzichte van Erich. 7.52.3 voor Iep Kramer. 7.52.3 en dat is inderdaad 3 seconden nagenoeg langzamer dan Frits Galei. Ik heb ook de indruk dat Iep zijn ritme helemaal niet kan vinden. Een paar keer heb ik al misslagen gezien, uit balans raken. Kijk hier ook. Eigenlijk een te hoog tempo voor zichzelf rijdend. Probeert hij dat wel goed te maken, maar het gat blijft groot. Kijk eens, Hans van Helden blijft voor hem langs draaien, zelfs op de kruising. 8.26.3 tegen 8.28.9 was het. Gewoon zo moeten kunnen achterhalen, maar het gebeurt gewoon niet. Het gat blijft gewoon wat het was. Van Helden 10.16.9. En dan hebben we het over 6800 meter. En Kramer 10.19.3. Op het moment dat Frits Galei 10.17.1 reed, met andere woorden nog altijd een dikke 2 seconden achterstand voor Kramer ten opzichte van Schalei. Van Helden dan in 36.4 rondgaand en doorkomend in 10.53.3 ten opzichte van 10.55.4 voor Kramer, die in ieder geval in deze ronde weer 3/10 seconden van zijn achterstand heeft goed gemaakt ten opzichte van Van Helden, maar ten opzichte van Schalei nog altijd op een nu dan inmiddels kleine 2 seconden zit. En het zal belangrijk blijven voor beiden. 11.30.8, dat was de tijd die Schalei realiseerde. Van Helden zat daar nagenoeg op en ik denk dat dat nu weer het geval zal zijn. Eindtijd was 15.13, dus 11.30.8 was de tussentijd die Kramer had. En kijkers, 11.29.7, 1.1 tiende ongeveer sneller en 11.00. De tijd is doorgelopen, dus die hebben we net gemist. Nou, die Kramer is gelukkig ook doorgegaan, dus wat dat betreft is er niet zoveel aan de hand. En ik heb toch de indruk dat hij iets, maar hoewel het heel, heel langzaam aangaat, iets dichter bij Van Helden komt. Maar nogmaals, het gaat heel moeizaam. Ja, dit moet toch een teleurstellende ervaring zijn voor Iep Kramer, door uitgerekend Hans van Helden geslagen te worden vooralsnog. Het is nog niet zover, want Kramer zou door middel van een paar goede laatste ronden natuurlijk nog iets recht kunnen zetten.
Maar voorlopig is Van Helder nog voortdurend aan de leiding. Na 8800 meter in 13.18.1. En 13.19.7 is datgene wat Kramer daar tegenover stelt. En als we dan kijken naar wat Galeida deed, 14 minuten precies rijden. 13 seconden daar, 23, dan 4 seconden dus precies achterstand hebbende op deze twee mannen. Dan is het duidelijk dat die hele zwakke prestatie die Galei in de laatste ronden leverde, door deze heren in ieder geval niet wordt gevolgd. 13.53.5 dan. En kijk, de rondetijden worden weer beter. 35.4 voor Van Helden en 35.6 voor Kramer. En dat is inderdaad goed. Kramer die gaat nu toch een gewonnen race rijden ten opzichte van Schalei. Heeft 4 seconden voorsprong genomen. Wat Van Helden laat zien, dat vind ik eerlijk gezegd formidabel. Want dat gaat dus betekenen dat Van Helden een tijd gaat rijden die ongeveer door Hilbert van der Duim is gereden. Daar zal hij net achter komen, maar Hilbert die had 15.05. Kwam door op 14.28.3 toen de bel ging. En kijk hier Van Helden eens even. 14.97, tiende seconde slechts met een tussentijd van 35.5. En 14.31.4. Ik vind het grandioos wat Van Helden laat zien. En Kramer die is dus toch voor wel deze laatste 6 ronden zo hard teruggekomen dat die kans heeft gezien Schalei voorbij te gaan. En u zag even dat Kees Verkerk tot de toeschouwers behoort hier op de baan in Larvik. Kees Verkerk die Hans van Helden natuurlijk ook nog goed kent. En die zeker ook met verbaasde ogen zal zitten te kijken naar datgene wat deze Van Helden hier dit weekende presteert. Kijk eens even naar die eindtijd van die man die er nog een fantastische laatste ronde uithaalt van 35.5. 15.04.51 en dan is hij sneller dan Hilbert van der Duim gefinished. Nou, dat is dan echt ongelooflijk. En 15.08.10 voor Kramer is dan in ieder geval zijn genoegdoening in de wetenschap dat dat zo'n 5 seconden sneller is dan Frits Galei heeft gepresteerd. Maar de echte belangstelling en de echte hulde moet naar aanleiding van deze rit natuurlijk uitgaan naar Hans van Helden. Die met die 15.04.51 aangetoond heeft dat hij niet gewoon hier dit weekend prima kan schaatsen. Maar gewoon op grond van eerder dit seizoen geleverde prestaties echt een hele goede schaatsrijder nog steeds is. En Van Helden die daarmee in het klassement moeiteloos die 6e plaats kan houden voor een man als Thomas Gustafsson, om maar eens eventjes weer een andere naam te noemen. Want dit is de situatie na beëindiging van deze rit met Van der Duim, Valk, Larsen en Schalei op de medailleplaatsen, dan Erik en Kopacz en dan op de 6e positie in het eindklassement. We zijn toe aan het laatste wedstrijdgebeuren van dit Europees kampioenschap. Michael Hatschief, de Oostenrijker in de binnenbaan en Jan Hunel, de Zweed in de buitenbaan. Een Zweed die nog een tijdje door Kees van Kerk is begeleid, zoals u weet. Ook deze mannen zijn voor het klassement niet echt van belang. 14e stond Hatschief en 18e Hunel na 3 afstanden. En we zullen het eens moeten hebben van een onderling gevecht tussen deze twee. Laten we hopen dat dat er dan inderdaad ook uitkomt. 38-6 om 39-0. Dat zijn de openingen voor deze heren. Openingen die natuurlijk kunnen, maar dat zegt allemaal zo vreselijk weinig. Opvallend is toch dat de Oostenrijkers zo goed tevoorschijn komen. Werner Jäger en Hatschief. Gisteren Steinberger wat tegenvallend. Maar twee jongens die dus zich heel goed geclasseerd hebben en kans zien dat ze volgend jaar met Oostenrijk weer met 3 man kunnen deelnemen, terwijl de Duitsers, waar toch zo langzamerhand 5 kunstijsbanen zijn, geen kans zien om ook maar 1 man bij de eerste 20 te krijgen na 3 afstanden. En dat betekent dat ze volgend jaar maar met 1 man mogen deelnemen. 5-29-1, nog steeds even klein voorsprongetje voor Hatschief tegen 5-29-5, met rondetijden die steeds net boven de 36 liggen. En die rondetijden brengen de heren dan ten opzichte van Kramer, waar we de vergelijking tot nu toe mee gemaakt hebben, op een achterstand van zo'n dikke 2,5 seconden. Maar zorgen in ieder geval in één opzicht voor een ware slot van dit Europees kampioenschap, namelijk door een rit neer te zetten waarin strijd geleverd wordt. Hatschief nu wat grotere voorsprong genomen, 6-0-6 blank. En Hunel komt door in 6-0-6-7.
Er staan misschien nog een 100 toeschouwers. Kunnen het ook 200 zijn, maar daar is het dan helemaal bij gebleven. De Nooren die hebben hier niets verdiend. Dan alleen maar een zilveren plak. Zijn daar heftig teleurgesteld over. En dat is eigenlijk wat mij ten opzichte van de Nooren wat tegenvalt. Als ze het winnen, dan is het stadion vol. Als ze verloren hebben, dan zijn ze verdwenen. Echt chauvinistisch zijn ze wel altijd gebleven. 6-43-13 tegen 6-44. En er mag nu geen botsing komen. Dat gaat net goed. Paar vormen. Zal daar weinig meer aan kunnen veranderen. 9-47-6. Na 6400 meter voor Hachief. 9-49-8 voor Jan Junel. Toch alles bij elkaar een 10 kilometer waarbij de beste tijd is gemaakt in 14.50 en de slechtste tijd in onder de 15.30. Geeft toch aan dat het een toernooi is geweest waarin de breedte in ieder geval uitstekend is gegaan. Dat kunnen we rustig stellen. Als alle 16 man onder de 15.30 rijden, dan is dat in ieder geval een verheugend teken dat het schaatsen in de breedte duidelijk beter is geworden. 10.23.5 met een rondje van 35.9 tegen 10.26. 7, dat was dus een ronde tijd die een seconde sneller was. Nog een kleine 5 minuutjes dus en dan zal ook deze laatste rit tot het verleden behoren. En kunnen we ons gaan opmaken voor de huldiging van het Europees kampioenschap. De eerste huldiging van de 10.000 meter natuurlijk en daarna de huldiging van de kampioen. En die kampioen is Hilbert van der Duim gebleven, u weet dat. Nederland is echt heel goed uit het EK tevoorschijn gekomen. Terwijl we voor de statistiek nog even noteren dat Hachief de 7200 meter passage aflegt in 10.59.5. En de Zweed bleef daar ongeveer hetzelfde bij achter wat hij al een paar rondjes heeft. Laten we die vergelijking maar even doortrekken. 9200 meter ging voor Schalei in 14.007. En zou Hachief daar nu onder kunnen? Dat kan hij inderdaad, 14.001 en dan is hij dus 16e van een seconde sneller dan Frits Galei. Dat zegt toch wel het een en ander over de capaciteiten van het Oostenrijkse schaatsenrijden. Dat de laatste jaren in de personen van Jäger en Hachief en in iets mindere mate in de persoon van Steinberger behoorlijk aan de weg heeft getimmerd. Junel. Opnieuw een teleurstellend toernooi en hij rijdt eigenlijk altijd teleurstellende toernooi. Dat is heel merkwaardig met die UNL, hij komt er nooit echt doorheen. 14.36.6 bij het ingaan van de laatste ronde, de tijd voor Hachief. Dat is precies een seconde sneller dan Frits Galei presteert. Ik moet zeggen, ik vind het toch netjes van Hachief dat hij zo geweldig goed heeft doorgegaan dat tweede gedeelte van deze 10 kilometer. Want we zeiden, ze zijn zo'n beetje de langzaamste. Op een bepaald moment, het leek er ook op dat de tijden werden die dik boven de 15.20 zouden uitkomen. In de buurt van Nieuw-Tele die 15.29 had gereden. En wat zien we? Deze jongen gaat zelfs Frits Galei kloppen. De eindtijd van Michael Hachief, 15.12.93. En u weet, Galei reed 15.13.58 en Hachief is dus inderdaad sneller. En hier komt de laatste man over de streep, Jan Junel, 15.23.51. En dan hebben we alle tijden van dit Europees kampioenschap gehad. De strijd is gestreden en de rijders zullen zich, voor zover ze daarbij betrokken zijn, op kunnen gaan maken voor de huldigingen die nog moeten komen. Achtereenvolgens een huldiging 10 kilometer. Normaal gesproken tenminste zal dat zo gaan. En vervolgens de huldiging van de beste drie uit het eindklassement. Nou, hier staat dan de uitslag van die 10.000 meter. Gewonnen door Thomas Gustafsson, voor Rob Funderink en Konstantin Korotkov. Dan Malkov, goed van die Sovjet-Russen. Erie vijfde, Van Helden zesde. Hilbert van der Duim zeven, Iep Kramer acht. Werner Jäger negen en Tibor Kopacz op een tiende plaats. En dan zal Schalei daar op de 12e plaats waarschijnlijk achter komen te staan. Het is, vind ik persoonlijk althans plezierig dat Thomas Gustafsson in ieder geval hier een voortreffelijke 10 kilometer heeft gereden. Na de teleurstellende prestaties op de eerdere drie afstanden. Want Thomas Gustafsson is een man die we graag zien rijden. Hij is een prima sportman, een vechtjas.
Hij heeft wat tegenslag gekend in dit toernooi, terwijl we kijken naar het vervolg van de uitslag en daaruit blijkt dat Galei niet valt, maar dan 13e is geworden in het eindklassement. Natuurlijk, Hachiv is daartussen gekomen. Falk Larsen, de enige Noor in het eindklassement, op een 11e plaats op de 10 kilometer. Dan Junel, Bobrov, een beetje teleurstellend. En voor de Finn Pertti Niitilä, die ondanks deze laatste plaats op de 10 kilometer terug kan zien op een zeer geslaagd Europees kampioenschap. En hier is dan het eindklassement van dat Europees kampioenschap. Hilbert van der Duim, net zoals hij dat vorig jaar in Den Haag werd, is hier Europees kampioen geworden in Larvik. Het zilver is voor de enige Noor, Rolf Falk Larsen. Het brons gaat naar Frits Schalei. Andreas Erich vierde, Tibor Kopacz vijfde. Een progressie van 5 plaatsen ten opzichte van vorig jaar. Hans van Helden, misschien moeten we hem wel de grootste verrassing van dit hele veld noemen, met zijn 6e plaats in het eindklassement. Dan, u ziet het, Gustafsson en Kramer, precies gelijk geëindigd in puntentotalen. Zij delen dus de 7e en de 8e plaats. 9e Igor Malkov en 10e Konstantin Korotkov. 2 Russen die zich dan toch bij die eerste 10 hebben geplaatst. Niitilä teruggezakt naar de 11e plaats. Dan Jäger, Bobrov, de 3e Rus. Hachiv, de 2e Oostenrijker, 14e. Robert Vunderink, 15e in het klassement. Maar wel een prima 10 kilometer gereden, bekroond met de 2e plaats. En de laatste man in het klassement is Jan Junel. De 15e plaats van Vunderink is niet om te zeggen dat hij dat dus niet goed heeft gedaan. Integendeel, Vunderink, daar is van bekend dat hij het met name van de langere afstanden moet hebben. Wel, op die lange afstanden heeft hij zich heel goed gemanifesteerd. En bovendien speelde daarbij een rol dat diezelfde Vunderink zich op de andere afstanden wat wenste te sparen. Omdat hij juist op die lange afstand zich wilde bewijzen met het oog op die Olympische Winterspelen in Sarajevo. Ik heb het u eerder deze middag aangekondigd. Hij blijft altijd tot het einde, koning Olaf de Vijfde. Gek als hij is van schaatsenrijden in het bijzonder en van sport in het algemeen. En dat dwingt toch respect af, want de Noorse koning is 80 jaar en heeft dan toch de erbarmelijke weersomstandigheden hier de hele middag weten te trotseren, terwijl hij duizenden van zijn landgenoten, die aanvankelijk ook aanwezig waren, al zeer vroegtijdig naar huis heeft zien gaan. Goed, we gaan dan kijken naar de huldiging van de 10.000 meter. Met op de voorgrond de winnaar Thomas Gustafsson uit Zweden. En ook Robert Vunderink kan tevreden zijn over die 10.000 meter. Het is bepaald geen schande om de mindere te zijn van Thomas Gustafsson. Zeker niet als hij daarbij de meerdere van alle overige deelnemers blijkt te zijn. Dan wordt hij dan naar het erepodium geroepen. Thomas Gustafsson, de winnaar van de 10 kilometer in de prima tijd van 14.50.81. Een tijd die vooraf nauwelijks tot de mogelijkheden werd gerekend, gezien de omstandigheden die hier aanwezig waren. Niettemin heeft hij het gepresteerd. Finn Hott, de hoofdscheidsrechter van dit toernooi, reikt de prijzen uit. En daar is dan onze Robert Vunderink op de 2e plaats in de tijd van 14.56.88. En ook dat is een prima prestatie. En de 3e man, die ook nog net onder de 15 minuten grens wist te blijven, is Konstantin Korotkov met een eindtijd op de 10.000 meter van 14 minuten 59 en 12 honderdste van een seconde. Nou, zo te zien is de waarde van het brons niet zo erg groot als je dat gewicht mag rekenen. Het is het trouwens helemaal niet. De medaille heeft losgelaten van het lint. En Korotkov staat dus alleen met een lintje om. De medaille zal hij ongetwijfeld wel krijgen. Dat is het probleem natuurlijk niet. Maar het is toch een beetje slordig bij zo'n huldiging. Hoor je met een medaille op je borst te staan. En als we kijken naar dat weer, dan mogen we rustig de verzuchting slaken dat het maar goed is dat het afgelopen is inmiddels. Want echt prettig toeven is het niet meer op de baan hier in Larvik.
is een lang schaatsweekend geweest. Vanmiddag om 1:05 vond de eerste startplaats. De eerste rit van de 1500 meter. En nu, een minuutje of 5:58, zijn we dan toe aan het sluitstuk. De huldiging van de Europese kampioen. Nederland heeft zich uitstekend laten zien op dit toernooi, laten we dat vooropstellen. Het begon zaterdag met een overwinning van Hilbert van der Duim op de 500 meter. Dat was heel goed. Op de 5000 meter was de overwinning voor Igor Malkov en was Frits Galeij met zijn vijfde plaats de beste Nederlander. Op de 1500 meter kregen we dan Hans van Helden als snelste man, met Frits Galeij en Hilbert van der Duim als de nummers 2 en 3 op die afstand. En zojuist hebben we dan gezien hoe Robert Funderink het zilver won op de 10.000 meter. Met andere woorden, Nederland heeft een duchtig woordje meegesproken hier in dit Europees schaatskampioenschap. En heeft zich beter gemanifesteerd dan van tevoren verwacht werd. En de verwachte tweestrijd die er eigenlijk al jaren heerst tussen Nederland en Noorwegen, de twee enige landen ook die hier met 4 deelnemers het maximum aantal aan de start mochten verschijnen, die strijd is er niet geweest. De Nooren hebben het, met uitzondering van Valk Larsen, af laten weten. Wat overigens niet hoeft te betekenen dat er volgend jaar dan dus geen sprake zou kunnen zijn van een Noorwegen-Nederlandse strijd. Want Noorwegen heeft in ieder geval wel ervoor gezorgd dat ze met 3 man bij de eerste 20 stonden van het klassement na 3 afstanden. En daarmee in ieder geval wel veiliggesteld dat ze ook volgend jaar op het Europese kampioenschap weer met het maximale aantal van 4 rijders zullen mogen aantreden. Een prima weekend derhalve ook voor Henk Boer, de coach van onze nationale kernploeg. Die hier al zijn 4 rijders goede prestaties heeft zien leveren. En dat is voor een coach natuurlijk heel plezierig. Daarmee bewijs je iets. En wat dat betreft is zijn Noorse collega Arne Lier bepaald niet te benijden. Die nu met de brokstukken zit na het eerste grote kampioenschap van dit seizoen. Wetende dat die winterspelen nog komen, dat het wereldkampioenschap eind februari in Gothenburg nog zal plaatsvinden. En hoe moet je deze breuk, die ongetwijfeld is geslagen, nu weer lijmen? Hoe moet je dat weer herstellen? Dat is de moeilijke taak waar Arne Lier voor staat. Omdat hij alleen in Valk Larsen een man heeft gehad die mee kon doen met het klassement. En zowel Karlstad als Nieuwland als Oxholm totaal in het niet heeft zien verdwijnen. Goed, we zijn dan toe aan de ceremonie protocolair, het sluitstuk van het Europees kampioenschap. De huldiging van de kampioen, van de nummer 2 en van de nummer 3. En u weet dat bij dat drietal bevinden zich 2 Nederlanders. Eentje goed voor goud, Hilbert van der Duim. En de ander voor brons, Frits Galeij. Met daartussen alleen de wereldkampioen van vorig jaar, Rolf Valk Larsen. Daar komt hij dan op het hoogste treetje van het podium. Hilbert van der Duim. Hij prolongeert zijn Europese titel vorig jaar onder erbarmelijke omstandigheden in Den Haag. Veroverd hier met een, wat de omstandigheden aangaat, schitterende eerste dag. En een veel mindere tweede dag. Maar niettemin, hij staat er dan toch maar weer. Hilbert van der Duim. Hij was de sterkte van dit toernooi. Zonder enige twijfel. Hij heeft de concurrentie echt op achterstand gezet. Een voorsprong ten opzichte van de nummer 2, Valk Larsen, die nu op het podium verschijnt, is 19e punt. En dat is toch iets. Van der Duim heeft echt aangetoond hier de meest regelmatige klassementsrijder te zijn. Zekerheden voor Sarajevo geeft dat natuurlijk niet, omdat het daar niet om een klassementswedstrijd gaat, maar om wedstrijden per afstand. En daar moet dan Frits Galeij zo meteen verschijnen. Daar is hij. De bronzen plak voor de man uit Weest. De hoogste klassering die hij in zijn carrière in een Europees kampioenschap ooit heeft behaald. I hereby declare
Nederlander. Goed, en daar is dan de krans voor de overwinnaar, de gebruikelijke krans. Met die krans zal Van der Duim ongetwijfeld zo meteen een ereronde gaan rijden voor het handjevol publiek wat nog over is gebleven in dit stadion. Het Wilhelmus klonk voor de Europese kampioen Hilbert van der Duim. Die heeft aangetoond zeer goed te kunnen schaatsen. Maar wat zijn kennis van het volkslied betreft nog wel wat kan leren, dat is duidelijk. De muts ging twee strofen voor het einde van het volkslied al op het hoofd. Omdat Van der Duim dacht dat het al afgelopen was. En het Wilhelmus heeft ook aangetoond dat het nog resterende deel van het publiek voornamelijk uit Nederlanders bestaat. Er werd meegezongen. En ook daarbij is de conclusie gerechtvaardigd dat het Wilhelmus toch klaarblijkelijk niet het meest populaire lied van Nederlanders is. De meesten kennen de wijs wel, maar aan de woordenkennis schort het nogal, had ik de indruk. Goed, Van der Duim zal denk ik toch een herenrondje gaan rijden in dit stadionnetje, dit Framstadionnetje van Larvik. Dat is nog eenmaal gebruikelijk. De Nooren maken er altijd een feestelijke gebeurtenis van. Met de Noorse vlaggen achter zich aan is dit de Europese kampioen 1984. Een man die zich nu gesterkt weet voor de rest van het seizoen. Waarvoor dit een schitterende opsteker is om straks te proberen in Sarajevo, want dat is toch hetgeen wat hij het meest nadrukkelijk nastreeft dit seizoen, een medaille te winnen. Want, zegt hij altijd zelf, dat is het enige wat aan mijn prijzenkast nog ontbreekt. Wereldkampioen ben ik geweest, Europees kampioen was ik en ben ik dus nu gebleven. Alleen Olympische medailles, die heb ik nog niet in mijn bezit en daar wil ik dan toch wel graag voor strijden. Of dat tot de mogelijkheden behoort, is maar de vraag. Ik heb het al gezegd, hij is een voortreffelijk klassementsrijder. Dit is weer de beste van allemaal. Maar op een afstand waar allerlei specialisten aan de start verschijnen, zal het toch moeilijk worden voor Van der Duim. Hij wint hier natuurlijk op zijn Europees kampioenschap zonder al te veel moeite de 500 meter. Maar straks in Sarajevo zal dat niet de afstand zijn waarop hij deelneemt en krijgt hij te maken met zeer nadrukkelijke concurrenten. En is het maar zeer de vraag of hij in staat zal zijn daar een medaille te winnen. Maar goed, laten we niet al te veel op de zaken vooruitlopen. Hilbert van der Duim heeft in ieder geval op het eerste grote belangrijke kampioenstoernooi internationaal gesproken van dit seizoen aangetoond er te zijn. Te beschikken over de vereiste vorm en de baas te kunnen spelen over de concurrenten die hij behoorlijk op achterstand heeft gezet. Nogmaals, een verschil van bijna een vol punt ten opzichte van de nummer 2 Valklaarsen. En met dit vrolijke bericht en dit vrolijke plaatje lijkt het me dat we dan voorlopig maar afscheid van u moeten nemen vanuit Larvik. In onze Studio Sportuitzending van 7 uur vanavond komen wij op een en ander nog uitgebreid terug. Wat mij betreft dus graag tot dan.